The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah ik zeg het niet dat je het zo al van editors moet gaan zijn de list niet not the same. Schrijvers op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA, zoals je al gezien hebt. We zitten hier met de man die uh, de eerste gast op Welcome to the AA was. Met hem is het allemaal begonnen. Ja. Hij is zelf muzikant in grote muziek. Van vorig jaar toerde hij door de Vlaamse zalen met Playlist 2018. Een muzikaal jaaroverzicht waar onder andere Bazaar, Oscar en de Wolf en Tourist Lemcy eraan moesten geloven. Dit jaar doet hij dat vlotjes over met U Raadt Het Nooit, Playlist 2019. We zijn heel blij dat dat hij hier terug is. Welkom, onze allereerste gast, Marcel van Tilt. En het Echt? gaat nog steeds goed met jullie, heb ik gehoord. Hè? Zeg, die podcast, dat werkt hier wel. Ja, dat werkt. Ja, absoluut. <laughs> dat is zot, hè. En ja. dat is allemaal begonnen met u. Ja. 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 Heel wel... goed. Ik dat heb was... vorig jaar mijn best gedaan om Bazaar en Oscar en de Wolf onderuit te halen. Maar helaas, het heeft niet geholpen. Want ze zijn nog altijd bezig. Hoewel dat ze stil waren, die twee. Ze zijn vervangen door de nog saaiere Tamino. Oh, Oké, okay. cool. Ja, echt vreselijke man. Echt. Die foto's, heb je die posters al gezien van Tamino? Je hebt van die posters ook wel eens. Als ze Spaanse windhonden die gemarteld zijn. Verkopen. Hè? Zo van: uh, adopteer een, uh, een gemartelde windhond. Zo ziet Tamino eruit. <laughs> Dat denk ik, ja. ik vind dat niet erg, maar, maar dan moet je dan op je slaapkamer gaan als meisje van 14 jaar. Waar hou je van, Lisbeth? Ik hou van een Spaanse windhond die gemarteld is. En die heet Tamino. Hij zingt ook, maar dat is niet belangrijk. Enfin, goedemiddag. Ik heb, ik heb het gevoel dat we hier al een klein voorsmaakje krijgen van wat het gaat worden. Ik, mijn eerste vraag was eigenlijk: wie moet er dit jaar aan geloven? Maar kijk eens aan, we zijn al vertrokken. Maar, ik, heb, ik heb niks tegen Tamino, maar ik probeer dan uit die. Je kan het niet samenvatten. Laat ik daarmee beginnen. Er is zoveel muziek. Mm -hmm. En dan heb je een aantal grote lijnen. Ah, je hebt de dance sector en Tomorrowland. Dat is eigenlijk een wereld aan zich. Dat floreert gelijk zot. Mm -hmm. Maar wat heb je in de hitparade? Je hebt een heel. Een heel doos piepende meisjes. Dat zijn allemaal meisjes van 17, 18 en 19 jaar. Billie Eilish is de beste. Mm -hmm. Maar je hebt nog een hele serie. En dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal autotune. Mm -hmm. En dan heb je hele uh, zeurachtige mannen. En dat is Tamino en Ibe, de man die de Voice gewonnen heeft. Ah, ja. En zo, nog een hele serie. En dat is, dat is zo wat er in de ultra top staat. Ja. Dat kan je... En daar valt Tamino onder. Ook onderaan. En ik gun die mensen al het succes. Maar ik denk als ik met muziek bezig ben en ik luister heel graag naar muziek nog altijd, ja dan wil ik ofwel opgewonden geraken, zo van wow man, hoort dat, wow. mm -hmm. He, je wilt beginnen dansen, of je wilt beginnen met een mee roepen meeroepen of je rijdt veel te rap met de auto, mm -hmm. dat is wat muziek moet doen of je wordt daar heel erg ingetogen van en je zegt, man dit is zo schoon, alle. ik zit hier te janken en zo, bij Tamino en een aantal anderen, ik voel niks, ja dat vind ik niet goed. Ja. Dat is de, en dat heb je eigenlijk veel nu vinden met dat soort. Uh, ja. ja, maar er is ook heel veel goede muziek. Hè? Rockmuziek uh -huh. leeft ook heel erg goed. Hè? De raconteurs hebben een nieuwe plaat gemaakt. Je hebt Royal Blood. Je hebt heel wat goede gitaargroepen. Uh -huh. Uh -huh. Maar dat leeft allemaal naast elkaar door. Ik heb de vergelijking eigenlijk gemaakt met. Uh, wat vond ik de beste muziek van 2019? Dat was de muziek van 1969. <laughs> Omdat, het was dit jaar 50 jaar Tour de France, uh -huh. 50 jaar Woodstock. Uh, 50 jaar Mannen op de Maan. Apollo 11. Mm -hmm. En dan kwam er ook nog de nieuwe film uit van Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Speelt mm -hmm. zich af in 69. Maar je moet die soundtrack eens horen. Ja. Dat is zo so fucking cool, man. Dat is Jimi Hendrix en de Birds. En de Beach Boys. Neil Diamond. Neil Diamond. Echt fantastische muziek. Mm -hmm. En ik wil niet noodzakelijk nostalgisch doen. Maar als je dit, en dan zag je ook, ik heb dus gekeken, wat stond er toen in de Vlaamse hitparade. En uit die inderdaad Wilt Het Kan Niet Zijn, zijn beste nummer. Ja. En daarachter stond dan ook The Archies met Sugar Sugar en Jimi Hendrix en The Beatles met Get Back. Mm -hmm. Dus je hebt daar zo'n afwisseling tussen alternatieve keigoede rock en het mainstream pop gebeuren. Nu heb je dat niet meer. In de, de top 30 is gewoon alleen maar mainstream pop die nergens... Ja, inhoud heeft, die allemaal eenmaal verpakking is. En dat is wel jammer, in de album uh, daarentegen staat wel Tool bijvoorbeeld dan. Ja. en andere mm -hmm. Maar er is een grote wereld van verschil, ja. de mengeling is er niet meer. Ja. Ja, dat is, uh, dat is wel, dat hebben wij zelf ook aan lijven lijf ondervonden, met heel, het, uh, met heel het Stubru gegeven, en met heel het, uh, het, is niet meer het jaar van de gitaar, dat denk ik om over sommige mensen misschien mm -hmm. nog wel. Absoluut, Heel, zo, ja. als, je, als je alles market naar, naar uh, weet ik veel wie dat, die dat dan ook doet, ja. want ik weet ook niet wie dat, dat publiek is, want je kunt zeggen naar 14-jarigen, maar dat is ook niet waar, denk ik. Ik heb maar geen, niet on... allemaal. Hè. Nee, dus ik, ik, heb, het, ik ja. heb ook eigenlijk geen, geen idee wat dat is, maar dat, dat is hetgeen dat ik, uh, dat ik ook wel een beetje voel van, ja, er mag nog wel eens iets gebeuren waar mm -hmm. ik van denk, oh, zo. Oh, we worden nog eens wakker geschud. Hè? Er, ja. er, er komt nog eens iets aan. Maar ja, heeft dat te maken? Dat is natuurlijk de eeuwige vraag. Hè? Ik denk dat we dat soort uh, discussies hier nogal hebben gehad. Zijn wij gewoon oud of is het gewoon niet aan het gebeuren? Nee, we zijn... Dat mag je geen excuus noemen. Oud zijn is... Eigenlijk is oud zijn ook wijs zijn. Maar je moet zien wat er is. Je hebt M&M En dat vind ik perfect terecht. Dat is inderdaad hitparade muziek. En, en vanaf twaalf jaar tot achttien jaar... Alle bevolkingsklassen ook, mensen die ook helemaal geen boodschap hebben aan, aan ingewikkelde rockmuziek en psychedelische psychabilly. Mm -hmm. maar die gewoon toffe deuntjes willen horen, dan heb je M&M. Maar wat doet Studio Brussel dan? Ja, die hangen daar zo tussen. Hè? Mm -hmm. Je hebt dan de classic rock wordt gedraaid op Radio 1 en Studio, ja, Studio Brussel is vis, vis nog vlees, snap je? En dat vind ja. ik geen goede keuze. Ze hebben een reboot gedaan, ik vond alleen, ja, ik vond het heel jammer dat Christophe Lambrecht bij de reboot ook moest sneuvelen, maar die mens is gewoon gestorven. Ja, dat is natuurlijk een goed excuus dat je er dan niet meer bij zit natuurlijk. Het viel mij op, waar is Christophe Lambrecht? Maar die was gewoon dood gegaan. Ja. Ja. Dat vond ik qua reboot serieus gereboot, maar ja. dat konden ze niet aan doen. Ja. Dus die keuze is altijd, en nu zeggen ze we gaan meer gitaren doen. Ja, één gitaar is al meer, hè? want er waren er geen meer op Studio Brussel. Ja. En ik, ja, ik, weet niet, ja, ik weet niet wat zij zelf ook uh, zoeken. Ik denk dat er zeker genoeg... Dat zie je aan de concerten. Hè? Er zijn nog nooit zoveel concerten geweest dan de laatste jaren. De Trix, vijf dagen op, op de zeven. De Roma, zeven op zeven. De Nacien Belgique, twee zalen, zeven op zeven. zit vol hmm. met mensen. Met, er zijn bands genoeg. En toch hoorden we maar een heel klein fragment eigenlijk op de radio. Dus je moet het allemaal zelf doen. Ik denk dat de nieuwe generatie dat ook trouwens doet. Mm -hmm. En dat de radio gewoon aan hun gat kan roesten, eigenlijk. Ja, ik vrees er een beetje voor. Want ik denk ook wel. Hè, want was zo, ik was er eigenlijk over aan het nadenken. Je gehoord, hoorde vaak mensen zeggen: Ja, nu liggen het er allemaal op Spotify. En vroeger moesten het allemaal gaan zoeken in de platenwinkel. Nou, ik heb, ik heb het gevoel door dat onwaarschijnlijk overaanbod op Spotify dat je vaak zelfs nog meer de neiging hebt om altijd in hetzelfde te blijven hangen dan om echt nieuwe dingen te gaan. Als eh, je moet gaan zoeken in de platenbarak met alles van de wereld, waar we ja. dan beginnen? Ja, maar misschien ineens een vraag naar u. Ik bedoel... Ineens. Ineens? Ja, ja, Maar even terug. Want Na toen... al deze nonsens. Ja, vraag. Nee 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 nee, 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 nee. Maar ik voel, ik moet iets vragen. Uh -huh. We gaan terug in een tijd toen jij jong was, ja. jonger was excuseer, uh, je zegt bijvoorbeeld Eminem, waarom haal ik dat even terug uit, er, gaan, er zijn mensen nu aan en die zeggen, ja maar Eminem dat is ook al gedateerd, dat is ook niet meer, dat is ook al een oude rakker, dat is niet waar we mee bezig zijn. Mijn vraag is eigenlijk, toen jij 25 wordt, toen had jij sowieso de vinger op de pols met heel de periode en er zijn genoeg bewijzen van, uh, had er toen ook Marcel van Tilten die daar rondliep, die zei van, goh, eh... Uh, het was vroeger ook beter. Je zit, ik, ik vraag het gewoon, ik zeg niet dat, je, dat ik het ook vind, maar cynisme gaat heel rap uh, om de hoek komen kijken, als het gaat over muziek. Um... Is er echt niks van de, van de, van de nieuwe stroming dat niet opwindend is? En dan heb ik het over, ja, ik zal zeggen, is een Oscar en de Wolf bijvoorbeeld, is die puur productioneel of muzikaal echt niet interessant? Um productioneel wel, want die platen zijn bijzonder goed gemaakt. Hè. Dat zijn echt, als je dat goed naar luistert, dat is echt met balansen tussen zacht en hard en beats op de juiste moment. En, en echo kamers en alles. Dat, uh, er staan wat echo kamers op die gasten stem. <laughs> ja, dat, zijn, dat zijn verschillende appartementen, echo kamers. Dat is meer dan een loft, dat is echt hogere prijsklasse, echo kamers. Uh, maar dat, maar, dat, maar dat, dat, dat is... Het dat, dat, is de meters basiliek van ja. de echokamers. kamers. <laughs> belt naar Rome, we moeten meer echo hebben. Woem, woem, woem. Ja, dat is de goede, het kan ook beter. Dan brandt het. Uh, waarom denk je dat de, de Rotterdam de is de afgebrand. Het wel Oscar de Wolf zijn, schuld. Niet zo, luid, niet zo luid in Brussel, de kerk staat in brand. Nee. Maar, maar, ik, maar ik wil dat niet zijn, ik wil niet cynisch zijn, want ik hoor ook heel Ik heb dit jaar fantastisch goede nieuwe muziek gehoord. Ik vind Billy Eilish, meisje van 17 jaar, mm -hmm. nu al multimiljonair, ja, dat vind ik wel goede hedendaagse muziek. Dat is ook een beat, dat is ook een boom. Bonk, bonk. Met een mm -hmm. klein baske die fluistert zo. Maar dat is heel intrigerend. Ik zeg van: wow, man, dat een kind van 17 jaar met een, met een stemuitstraling van een, van, een, van een volwassen vrouw van 40, die al ik weet niet hoeveel heeft meegemaakt. Ja, dat vind ik heel goed. Mm -hmm. Dus het bestaat zeker nog. En was er toen? Wat je toen had, toen ik DJ was op mijn 17, 18 jaar in een café in Leo Polsburg, zag ik al die gasten voor mij zitten. En dat vond ik Ze Kunnen we nu wat progressieve muziek draaien? Als ik zomaar iets durfde draaien van, ja, van de Eagles of Bob Seger. Oh nee, die, die moesten dan absoluut altijd uh, led Zeppelin hebben. Of altijd soft machine. Ja, dat soort straatjes, als je eng denkt, heb ik nooit willen doen. En dat heb je nu nog, hè. Ik heb twee, drie weken geleden uh, de Radio 1-sessie Springsteen, 70 jaar gepresenteerd in de Roma. Volle Roma, volle bak. En dan Guy Swin en heel de bazaar doen dan uh, Bruce Springsteen. Dat is helemaal mijn muziek niet. Maar het publiek wist heel goed dat ik niet zo'n Springsteen-fan ben. En echt boegeroepen. hè. Dus, ja, dat is het. De, de enige mop in het begin zei ik: Ja, Bruce Springsteen, geboren als Bruce Joseph Frederick Springsteen. Dus Bruce Joseph heet hij als tweede naam. Hij is niet alleen in de bos, hij is ook de Jos. Boe, boe! het wordt niet mee gelachen. Ja, dat soort dingen, dat kan ik niet tegen. Dat kan ik echt niet. Alleen yeah. zo. Alleen, in uw eigen straat zitten. En dat was vroeger wel zo. Dat we, toen was het echt zo, Gaat de hardrockers en de hardrockers, die haten disco. Ja. En, en, en omgekeerd. He, dus als je een discogast was, dan zit er niks van status quo op. Mm -hmm. En anders, ja, waarom moet dat? Voor mij moet dat niet. En de hardrockers haten de punkers en de punkers ja, haten... Ja, en ideel. dat ging wel door. Maar ja. dat is echt, eigenlijk is dat flauwekul. Cool. En daarom mm -hmm. is het eigenlijk wel leuk dat je nu vandaag kunt zeggen... Uh, Hoewel dat je de affiches niet meer kunt lezen, Pukkelpop en Werchter. Ik heb dat deze morgen nog gedacht, je kunt dat niet meer lezen, maar dat zijn 380 namen. Mm -hmm. Maar het is wel alles door elkaar. Allee, het is Robin. Uh, allee, hoe heet ze weer de klein Kylie Minogue? stond ja. toch. Allee, dat is toch fantastisch. Ja. Samen met, met Stormzy en een hele andere allee, compleet geflipte rapper uit Londen. Die eruit ziet als Lukaku. Ja, mm -hmm. dat staat naast elkaar. Dat vind ik eigenlijk fantastisch. Dat, dat gebeurt vandaag dan wel. Dat is heel goed. Alleen hoor ik dat te weinig aan publiek. Op de radio en op televisie is er helemaal niks. Hè? Buiten documentaires op canvas. Nee. Dat vind ik jam. Maar er is geen popmuziekprogramma. Er is wel de Mias met tachtig keer Nielsen Stadsbader. En er is de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een week lang, acht, 48 uur per dag. Maar ertussenin niks. Nee. Maar ja, nu zeker niet, want de subsidies zijn op. <laughs> ja, toch? Ja, MTV, hé man, dat hadden we in een tijd. Dat is ook zoiets, zot. Hè, dat je, hè, ja, want want het is dan even gaat MTV, dan naar de TMF, gaat TV Op een bepaald moment hadden kei veel muziekzenders. Ja. En dan zijn die zo langzamerhand vervallen in zo'n. Het is naar loop. de kloten gegaan toen je reclamespots uit Jeruzalem begon te zien. Toen ja, is het ja. begonnen. <laughs> Weet je dat niet meer? Ja, meer? ja. Stedig deze week nog twee Palestijnen en krijgen er één gratis. <laughs> <laughs> reclamespots uit Jeruzalem. <laughs> Manasma, bezet hem. Hey. Zij was hey. hey. oh, <laughs> Ik herinner het mij nog, Kago. Ja, dat was fantastisch. Ik, uh... maar, dat, maar je moet ook niet... Mensen hebben nu zo'n nostalgische kijk op MTV. Maar ik ben daar ook weggegaan, dat Jaar omdat het ook altijd playlist, playlist en playlist was mm -hmm. en dezelfde leak is van George Michael. Kom oh, maar wij hebben ook een pak gezeken op MTV's. Hè. Ik weet ah, ja. dat nog in mijn in mijn, uh, eh, toen dat ik jong was, want nu kun je er zo heel nostalgisch op terugkijken op hoe cool dat ja. het was. Maar dat was vooral, het was vooral cool omdat ik toen niet zeer had toen ik het mijn bed kroop, smorgens al. Dan moest ik al iets gedaan hebben voor al eer dat het pijn deed. Maar het is wel zo dat dat ja, als je. Ik denk dat wij ook wel op een bepaald vlak niet door hadden hoe verwend dat we waren met MTV. Hmm. Want als je dingen had, dat dat is 120 minutes of Ja, en het heavy metal programma. Metal, 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 heavy Metals Ball? Ja, Headbangers Ball. Headbangers had Ball. Ik had Headbangers Ball met yeah. Vanessa Warwick. En yeah. je had. Uh, een uh, ding is, weet het, 120 Minutes, ja. en dat werd dan gepresenteerd door Paul King, hè, van King, mm -hmm. die dat dan veel van die ja, alternatieve dingen allemaal deed, hè, dat er nou zo Alternative Nation geworden is, maar in het begin was dat 120 Minutes. Maar dat kunnen dus vandaag perfect op canvas doen, dat maar niemand doet. Ja. En de clips, allee, iedereen is nu zo visueel aangelegd, dat kost niks, hè? Mm -hmm. Iedereen maakt zijn eigen filmpjes, je moet alleen die gasten of die mensen interviewen. Ja. Dat is alles en je kunt heel de programma's maken. Je kunt twee uur metal maken per week op canvas, twee uur uh, wereldmuziek, twee uur uh, shoegazing rock. Mm -hmm. Er is meer dan genoeg, maar niemand doet het en dat snap ik niet. Ja, ja, ik, voilà. ik en op ik, deze fijne noot. En op de, zo, dat was het voor uh, deze nee. tweede keer, uh, Marcel van Tint. Volgende ja, ja. keer duurt het twee minuten en uh, dan heeft hem, uh, nog nog het Nog altijd mag. interessanter als heel het uilen van bazaars samen. <laughs> Ja, ik weet dat die gasten kijken. Alles goed? Ja, als je, je zelf Bazaar noemt, dan vraag je erom. Weet dat wat dat wil zeggen, Bazaar? Rommel. Dat zat in mijn vorige dinges. Ja, ja. Weet die, wie mag je zich Rommel noemen? Erwin Rommel. Ja. Van Oorlog 2. Die heeft het programma op canvas. Die nazi. Die... Rommel. Ja. Ja, ja dat is toch? Of, ja. ja. Ja, dan, uh, ik vond uw mop wel goed en eigenlijk Wat uh, was dat weer? Uh, noemde u wagen dan kut? Dat vond ik wel oké. Okay. Ah ja, noemde u wagen dan kut? Dat is tenminste duidelijk. Je wij zijn kut. Het kan alleen maar beter worden dan. hè <laughs> Of op tijden van het dorp, ik, dankjewel, wij waren kut. Ja, dat heb ik gehoord. <laughs> Is that... <laughs> en ze een goede naam op een affiche, drie letters. K-U-T. Hidden Kut. Ik ja, kan direct zien. Kut in open Klinkt altijd goed. Kut, kut in Peer. <laughs> toch? Ja, toch? Schoon op een affiche, man. Oh, oh, wel oh. fantastisch. Ja. In-de-Kut-festival. Ja. <laughs> Kut-festival. Doe kut heel kutgroepen kutgroepen. Allemaal kutgroepen. <laughs> ja, cool. Heeft dat er altijd in gezet? Oh. Ik bedoel, je ziet hier tien minuten. En dan heeft dat vooral verteld van Bruce Springsteen. En dan ging Roma. Eh, Bijna 2000 ja. man letterlijk outbumpt. Omdat je direct in een held afvalt. Maar ik vond dat, dat is toch niet wat je... bedoeld? Alleen, ja, maar... die, ik zie smiddags op zijn site. Die mens heet Bruce Frederick Joseph Springsteen. Zijn nacht heeft trouwens ook een mooie anekdote. Het is letter, hij is letterlijk van Nederlandse afkomst. Het is echt Springsteen. En een Springsteen was vroeger in de 16e eeuw. De steen die in het midden van de straat lag als er geen plavei waren, om, als het geregend had, van de ene kant van de stoep naar de andere kant te gaan. Dat was ja. de springsteen. Ah, ja. Zie, soms kan ik interessant zijn ja. ook. Maar dat is ook... We hebben iets geleerd vandaag. Kijk eens aan. Dat maar mensen konden daar dus niet mee lachen. Ik zei... Allee, hij heet Joseph, dus hij heet ook de Jos. Ja. Zeg, allora, <laughs> als zal ik kan. Maar weet je dat dan niet op voorhand? steek genieten door dan toch een beetje van, of niet? Ik had het helemaal niet verwacht. Nee. Ik dacht, ja, mensen komen... Allee... Als je dat niet tof vindt dat de andere mensen zoals Gius winnen of Daan of zo, ja, Springsteen verkrachten, hè, in hun ogen, gaat dat niet, snapte? Ja. Ofwel gaat het dan naartoe en betaalde wat weet ik qua, 15 of 20 euro entree en dan gaat het ook om te genieten van die versies van die leakers die je zo graag hoort? Ja, uh, ja nee. Boe, boe. Ba Daan heeft ook veel boe gekregen, want wat, ze vonden dan zijn versie ook. Ja, Daan maakt daar zijn eigen ding van, dus dat was wel ja. redelijk anders dan de broers. Ja, woe, boe. Ik ja, alleen is mogelijk. Hoe durft je? Ja, dat is echt, dat denk ik, ja. Bruce Springsteen met een stofzuigerballet. Ja. Ja. Wat voor nonsens is dat allemaal? <laughs> dat vind ik wel, dat is in mijn, in mijn uh, uh, wat hoor ik graag, wel ook wel een constante zo... Ik vind Bruce Springsteen ook veel te serieus op die mensen. Allee, goed te kunnen vinden. Ik vind dat veel te ernstig. <laughs> er is ooit een muzikant, iets zo, ik weet niet meer wie het was, ik vind het heel jammer... Dat ik, die, uh, dat ik niet weet van wie dat die uitspraak komt, maar die zei het. I never liked that guy, Because he never went crazy. Ja, voilà. He, die nooit nooit die gestoorde plaat gemaakt worden, je van voilà. denkt, what were you thinking? Voilà. Zoiets dat Bowie gedaan heeft, dat ja. Iggy Pop gedaan heeft. Iggy Pop heeft zo'n plaat met Franse chansons, dat je denkt, yeah. who gives a fuck? Come on, Iggy, get real. Maar die tegelijk is een Franse vriendin he, dan. He, ik hem dan, he, zo Metallica heeft Lulu, met ja, Lou ja, Reed. Ja, heel he, goed. He, zo... Uh, als je ooit uh, James Hetfield met de dodelijkste serieus I am the table het willen horen zingen, dan uh, moet je dat wel eens een keer belusteren. Dat is uh, een, een marteling van een uur en twintig minuten. Verschrikking tot en met. Was goed, hoor. Maar ja, en ik, moest, ik, ik had het wel... Ik moet wel zeggen, toen ik dat hoorde, dat die dat gingen doen... En zo, ja, ze gaan samen met Lou Reed een plaat maken. Dat is wat ze noemen een no-win situation. Uh -huh. Je hebt sommige dingen dat een win-win is, ja. maar en dat was een lose-lose. Dat was echt zo, zowel de Lou Reed-fans als de Metallica-fans ja, ja, konden deze kut vinden. Absoluut. En alle andere mensen don't care. Okay. Dat is echt letterlijk It's wat dat publiek De publiek, niemand. Ja, ja. Ja, zo, voor wie is dit bestemd? Voor niemand. niemand. Ja. Oké, okay, dat doen we. En dan, dan zo, om de ene helft al de Metallers, Metallica met kutzang. En om de andere kant Lou Reed. De de, de tolorgang met de vreselijke muziek, yeah. ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat, je zou denken dat ze nu, ik dacht, kom aan man, dat je Artie Farty wilt gaan doden doet en Nick Cave of doet dan ja. Tom Waits, dat, dat zie ik nog iets worden ja, tussen die absoluut. twee. Maar Lou Reed, dat, was de, ja, dat snapte niemand. Maar misschien moeten artiesten af en toe wel eens zo'n zo plaat Absoluut, hebben. anders he? zijn dat toch geen artiesten? Artiesten hebben heel verwarde hoofden. Hè? Ja. Dus dat gaat op een gegeven moment door te veel succes, door te weinig succes, door <laughs> eender wat. Gaat dat even volledig de bocht uit. Alleen, John Lennon heeft zo The Lost Weekend in zijn leven gehad. Ik denk dat het ongeveer een jaar geduurd heeft, dat weekend. Mm -hmm. En dit is met Harry Nilsson. Op een zuidpartij gegaan in Los Angeles en is dan pas een jaar later terug thuisgekomen. Mm -hmm. En dan is daar, ja, allee, er zijn allemaal wilde verhalen van, maar die was het gewoon even totaal kwijt. Alleen die, die mensen hebben ook geen jeugd gehad als Beatles. Hè? Die zijn, ja. Als je die films nu terug ziet, die hebben heel veel chance gehad dat die elkaar hadden, want het was gewoon een complete waanzin. Die konden niks doen, er stonden altijd duizend man rond die hun kop zo. Mm -hmm. Dat is erger dan Jacques Vermeer, kunt u dat voorstellen? <laughs> Allee, nee, nee, dat kan, kan ik, ik me eigenlijk niet voorstellen. <laughs> uh, sorry, Jacques. <laughs> nee, maar denk ja, en, en zo'n uh. mens verliest het dan ook. Paul McCartney is wat dat betreft ook saai, ja. maar heeft ook wel, uh, <clears throat> ook wel goede platen gemaakt. Ook veel slechter. Ik moet wel lachen met Paul McCartney. Er was een, een heel goed moment bij uh, je hebt zo die documentaire over uh, Sound City. Ah, je ja, ja. Je ja. Ik heb die hier gezien het En Dave Grohl, die dat dan ja. zo die. Hè, die heeft zo die uh, hoe zeg je dat die, is mengtafel. Die, die, die mengtafel gekocht. Maar dan uh, is er ook zo'n beetje geschiedenis van Sound City. Maar dan om het ook nog wel allemaal verkocht te krijgen, heeft hij ook een plaat opgenomen met allemaal artiesten die daar hebben opgenomen. waaronder Paul McCartney. En die maakt daar een nummer mee samen. En dat ontstaat ook, alleen als je de, 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 de documentaire moet geloven, ontstaat dat enorm spontaan. En wordt dat ook meteen iets dat ze zeggen. Dit kunnen we opnemen. En dan zegt hij op een bepaald moment tegen Paul McCartney: Why can it always be this easy? En Paul McCartney kijkt dan en die zegt: It is. <laughs> <laughs> en voor de ja. gast die vier platen greatest hits bij elkaar heeft geschreven, ja. denkt hij: Ja, misschien is dat voor u ook wel zo. <laughs> zo misschien moet ik eigenlijk gewoon minder moeite doen dan niemand ja. anders. Want je zat ook ooit eens bij Graham Norton, Paul McCartney. En dan zei hij deze van. Uh, Yeah, yeah, Sometimes it's hard to to, to be successful, and you're so, no, it's not. It's just a choice. <laughs> so and then I thought, <laughs> yeah, for misschien maybe genius, but not for everyone of so. voor <laughs> a genius Ja. Maar je hebt toch, uh, je hebt toch zo van die. Wat, wat zijn eigenlijk. Nu dat we daar toch over bezig zijn. Wat zijn zo van die legendarische platen van bands Waar je van zegt: hier hebben ze even de rails. Zijn ze even van de rails Oeh. afgegaan? Oh, je zijn Lorite En ik heb dat nu pas herontdekt. Twee jaar geleden: Metal Machine Music. Dat is. <laughs> dubbele. Vierdubbele LP. Ik weet niet hoe lang het ja. duurt. Maar enfin, dat is dus gewoon feedback. Hè? Dat is zo. Maar dat is, als je dat nu terughoort, dat is eigenlijk geniaal. Ja. Dat is, well, ja, dertig jaar voor Sonic Youth en voordat iedereen zijn distortie echt open deed, mm -hmm. deed hij dat gewoon. Maar dat was gewoon omdat hij totaal uit zijn dak was. Ja. Die platen, ik vraag me af wat die firma... <laughs> Als ze nu tegenwoordig, ja we gaan toch met de stilisten een afspraak moeten maken of die bril bij Alex toch wel past voor zijn volgende carrière. Want met die machine moest ik die Laureen komen dit this, this is my next record, buy. Die missen ze dat op en zo van, oei, I think the tape is broken, no that's the fucking record. Is dat wel een hele leuke Rolling Stone uh, review over die plaat en ik kon er toch ene zin uithalen. Uh, uh, it was reviewed as sounding and as displeasing to experience as a night in a bus terminal. <laughs> <laughs> ik ken bus terminals die veel aangenamer zijn <laughs> dan die plaat. <laughs> <laughs> maar dat is wel, ik, dat, ik vind dat wel goed, ja, dat dat mm -hmm. kan. Ze zijn er nog wel, hè. Um, kan je dat, dat gewoon niet meer nu, omwille van tijd en, en geld en budgetten? En... Nou, nee, dat kan, kan nu veel meer, omdat je hebt geen platenfirma meer nodig. Yeah. Ik wil zeggen, als je echt een grote naam zet... Er zijn nog drie platenfirma's. Wat is het? Sony, Universal en Warner. Mm -hmm. En al de rest zit daaronder. Maar dat is misschien, weet ik veel, 60% van de markt en 40% andere. Dat zijn allemaal independent labels die dan niet eens een plaat uitbrengen. Dat is allemaal online streaming. En dan heb is... ik had het meer over het budget. Want hey, toen, hij ah, budget. Plaat, toen hij die plaat ja. maakte, hey, of dat ze nou goed of slecht is, hij had wel het budget om even een meesterwerk mee te kunnen maken. Nu <laughs> nu kunnen dat nu nog doen. Zo'n duur... Ja. Ik hoorde online, ik las vorige week een interview met Pete Townsend, de Who heeft een nieuwe plaat gemaakt. En, uh, dus hij heeft die nummers gemaakt en dan, dat is ook, wat een, wat, een, wat een groep ook, dat is een van mijn favoriete groepen alle tijden, dat Pete Townsend, Roger Daltrey, nieuwe plaat hè, na zoveel jaar, allebei in de 70. Dus, uh, dus Pete Townsend maakt al die nummers, hij stuurt die naar Roger Daltrey, hoort vervolgens niks. Mm -hmm. Wekenlang, dus je mensen het daar maanden in... Geweldig 12, 80 nummers Het is goed, het is goed Hoort niks, en krijgt dan zo Drie maanden later ingezongen, volledig afgewerkt Hm, is niet slecht Maar die spreken dus niet bij elkaar Dan, dat afgewerkte ding En dat vond ik dan toch wel opvallend Zij Piet Townsend is dan nu gemixt En met nog wat violen bij Voor een miljoen pond Alleen, alleen de afwerking, de productie dus die hebben wel geld. Ja. Pond, dus pond, hè, geen euro. Dus dat is anderhalf miljoen euro. Pa. Ik weet niet hoe hoog dat is. En de pond is mm -hmm. serieus gezakt natuurlijk met de brexit. Maar fijn, daar is dus wel een budget voor. Maar ja, de Hoop, die hebben een back die ook elke minuut nog, ik weet niet hoeveel geld opbrengt, Dus dat is op een dag terugbetaald. Mm -hmm. Maar ik denk niet. Wassau, Oscar en De Wolf. Ja, daar, daar wordt nog geld in gestoken. Maar de meeste Belgische groepen, dat, dat is toch allemaal thuis. Je kan hier een plaat opnemen als je wilde, mm -hmm. Toch? Ja. Uh. Ja, dat heeft het tegelijkertijd ook gemakkelijker gemaakt, omdat je dan zo zot kunt gaan als dat je wilt. Want ja. je hebt niemand dat tegen u zegt: we willen dat het zo en zo en zo is. Maar wat, ook maar wat moest... wel uh. mooi was, was die een tijd waarin dat je ook voelde: van hier werden. Er is ook zo'n geweldige scène in die film: 24-hour Party People. Hè, voor de mensen die hem niet gezien hebben, mm. over Tony Wilson ja. hè, van Factory Records. Die je zo op een bepaald moment, is eh um, de Happy Mondays, die zo ergens op een island gaan zitten. <laughs> ze hebben die zo keihard geld gegeven. Ja, die hebben dat allemaal uitgegeven om dope. Ah, <laughs> en, dan, idee. en dan krijgen ze zo de, 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 de CD van hier, dat is de master. En dat begint en die zitten allemaal aan tafel. Van, oh ja. zo, en dan zo in zo na vijf, na vijf minuten, zo: Ja, wanneer komt de zang? Oh ja, dat stond er nog niet op, want je was altijd te fucked up voor dat ding te zingen. Dat zullen we er misschien nog ergens wel opzetten. Zo. Dat je denkt, dat ze intussen ook al een paar miljoen over de kling gejaagd. Dat ze dachten dat ze aan het opnameproces ja. aan het uitgeven waren, maar dat bleek dan aan uh, ja, de... Hoe zeg je dat? Extracurricular activities van de band te zijn. Zo. Ik, dus heb ja. dan, ik heb dan nog wel eigenlijk... Uh, toen ik... Naar Brussel ging wonen en zo. Ja, ik ging waar rond in de tijd, maar ja, dat was meer een excuus om. Ja, ten eerste begon we artikels te schrijven voor een popblad. Draaide heel veel op vuiven... en dan zelf muziek begonnen. En een vriend van mij, Raf de Brakelleer, uh, die zat op de filmschool en de grote muziek van, die kreeg gewoon de job van zijn leven. Die werd PR-gast bij EMI Belgium, die was 20 jaar. Hmm. Echt, wij gingen met die gast gewoon eten. Die had een kaart van EMI Belgium. <laughs> Mannen, we kwam vanavond iets drinken. Die gewoon de hele avond op gang op die kaart. En dan was hij zogezegd met een band op stap geweest. Maar die ging, die ging zo met Van Helen, herinner ik me nog. Mm -hmm. Dat was EMI en Duran Duran. Alles stond bij EMI. EMI was een fantastische firma. Die ging gewoon met die gast van Van Halen naar de Hardrock Café in, uh, in Elsene. En dat was die, auto die, die dat die er aan die tafel zat, dat maakte geen reet uit, die hadden dan vier meisjes opgeschaard in voorstationaal en dan nog tachtig man van de, van de platenfirma, dat was allemaal ja oh, we betalen dat wel. Pff, dat is echt, dat is totaal voorbij gewoon. Ja. En wat wij wel mee hebben gemaakt, en dan denk je van ja, daar staat er dan als kleine Belgische artiest dus dat was dan opeens gedaan bij IMI, voor, bij Arbeid Taal zat dus ook bij, bij IMI op een gegeven moment, uh, en dan valt heel die en belpop zo stil. Door 1985. Het was echt niemand. Opeens alles stopte. En ja we, we, ja, we hadden nog een contract voor een LP. Een contract dat betekende dan, denk ik, een miljoen Belgische frank. Wat is dat? 25.000 euro om een volledige LP te maken. Ja, maar dat gaat niet meer. We gekregen 5000 euro. Dat was dan letterlijk, kregen wij, denk ik, uh, anderhalve dag in een ICP. Dan hebben we vier nummers opgenomen. En dat was allemaal op en af. En in diezelfde studio ernaast zat Echo en de Bunnymen. Oh. En die hadden daar een week, of denk ik anderhalve week, fully booked, 24 uur per dag. En die twee dagen dat wij onze vier nummers hebben opgenomen, hebben wij Echo en de Bunnymen zien binnenkomen. Namelijk de drumrody En die heeft twee trommels neergezet en is dan twee dagen later teruggekomen. En ondertussen tikte die klok allemaal op kosten van de platenfirma in Engeland. Mm -hmm. En dat kon gewoon niet op. Zij vonden dat dan nog blijkbaar goede koop in Brussel. Ja, dat, dat is gedaan denk ik hoor. Dat is, uh, enfin, misschien voor de grote mensen niet. Ja. Um, maar wat je nu wel ziet, wat ik mij alleen met de voorbereiding van die playlist ben ik echt eens gaan kijken op Spotify en zo. Wat, hoeveel kliks dat dat zijn. Omdat ik weet wat ik krijg als er bij mij geklikt wordt: dat is 0,007 cent per klik, per view. Ja. Uh, dus uh, mijn vorige plaat is 10.000 keren bekeken geweest, dus ik verdien daar letterlijk 70 euro aan. Ja. <laughs> maar als cool, je he? kijkt naar Billie Eilish, 17 mm -hmm. jaar, vijf topnummers, 5 topnummers, 2,5 miljard keren bekeken. Mm -hmm. Ja, dat brengt 17 miljoen dollar op. Ja. Dus... Dan heb je wel een budget, snapte? om ja, in de studio. Ja, ja. En wat ik dan hoor bij die producties is: wauw man, dat klinkt echt je dat zo, zo goed. Heb mm -hmm. die filmpjes gezien? Uh, ik kan ze een naam. Hoe heet die? Haar broer? Ah ja, haar broer uh, doet ook mee. Phineas. Phineas. Ja. Maar je kunt op YouTube een, een heel leuk uh, uh, video zien. Waar dat alleen om hem draait in, zijn, in hun thuisstudio. Want allez, volgens de video is dat bij hun thuis. Mm -hmm. hè? Ja, ja ja, maar dat kan ja, nee. ja, hè. Oh, dus natuurlijk, dat is ook een kamerlijk dit, maar ja, dat zit dan nog vol met apparatuur. Ja. En als je hem bezig ziet of zo, dan is je ook wel door dat een groot deel van het talent wel in hem zit. Ah, is dat zo? Ja. ja hij is wel. Ik zal niet zeggen de man, zij is natuurlijk een icoon in artiksen, wat natuurlijk het Ja, ze is geweldig. ik vind haar stem ook heel goed. Maar hij is, ja, wel, ja, ja. hij is wel, ja. echt een backbone van het. Uh, mm -hmm. Heel creatief met zijn beat. Ja. tof. Ja. Ja. Zij ja. heeft Tourette, ook hè? ja Recht? ja die boeren, he, ook, is dat die lot boeren constant dat gelijk onze uh, eerste drummer vroeger de Mark de blok Door ook... de mond? ja ik zo ja die kon dat ook niet laten he. dat zijn ze van die reflexen he. die hebben ook zo tikken en zo he. en zei het dat zei dat ook heel hard ja ze ze van die je hebt een hele compilatie van Billie Eilish-boeren. Echt? Dus dat hij oh, midden in een interview dat zegt van... Ja, en hij... was zeggen like, dat... Uh, uh. Maar zo, hè. Dat je er echt zit en denkt... Holy crap. En dan yeah. zo... Sorry. Uh. <coughs> maar zo... Ja, dan god er eraan, hè. Omdat die, yeah. Want die doet ook zo... Op, die heeft ook een paar tiks meer ogen dat hij zo wat wegkijkt. En ja, dat zijn zo van die... Niet alle Tourette's... Uh, kut, kut. Hè. Nee, zo, nee, dat is nee, nee. de ergste vorm. Yeah, maar je yeah. hebt heel veel van die... Zo, dat, die, dat die dat niet kunnen tegenhouden dat die dat hebben en dat is wel funny als je die in een interview ziet je ziet die zo vol een bak boorden in een interviewer zijn gezicht maar die, die kan daar niks aan doen dus is dat, is dat is wel dat, funny is dat soort waanzin dat je mist? dat je vroeger misschien meer zag? omdat je vorige keer dat je zat had je zo'n aantal goede verhalen verteld over interviews waar je er zat voor spik en bonen omdat dat een hoop losgeslagen wild was dat aan de andere kant zat terwijl dat je nu vaker het gevoel hebt dat een artiest ja, het spel goed meespeelt ja, natuurlijk ja, maar ja. Pff, dus, ja zijn er nu toch nog, nog gekker genoeg? Um, neem nu. Maar ja, die heeft ook een bipolare aandeling, je West. Ja, ja, ja. Ik vind dat wel tof dat hij daar volledig nu. Allee, dat is voor een Amerikaan toch ook uh, niet. Zeker voor een artiest. Die, die heeft dan nog een kledinglijn en weet ik wat allemaal. Dus dat is echt wel een brand. Om zo als psychotische gek, gek rond te lopen, is niet echt goed voor u een brand, denk ik. Maar, die, maar ik vind dat wel goed dat hij dat doet. En die zegt: kijk, uh, ik ben bipolair, dus ik ga van hier naar daar. Mm -hmm. En dat gebeurt met mij. Dus ik denk dat die. Ik denk is dat, dat, de, dat u de, de oh, een telefoon is. Ik hoorde zoiets niet eens een bel komen. En ik denk, oh, ja. is het de hemel? In de jaren tachtig. <laughs> ja. ja, oh, dat is toch zo? Anders herken ik dat niet. Ah, oh, dat is een telefoon. Ah. Ja, ja. Ja, als er een muziek begint te spelen, denk ik gewoon dat radio radio hoop Dus Dat lijkt me wel een, een serieuze uh, people in zijn kop ook. Ja. En ja. ze zijn er toch nog wel. Dat uh, ja, interview met David Letterman, waar je die in opziek en je dat al gezien ja. hebt, dat, dat, dat begint redelijk oké okay. en dat gaat ook spectaculair van de rails wanneer hij over Trump begint. En ja, zo. ja, absoluut. En dan voelde zo van... Uh, of dat hem ook zegt van, van al die vrouwen met hun MeToo tegenwoordig, het uh, is toch ook niet alle... Hè? Er zijn er toch ook <laughs> genoeg die dat het wel willen, dat weet ik ja, ja, ook ja. wel. En dan denkt hij zo van, ja, oké, okay, cool. <laughs> En af en toe moeten toch blazen mee Voor een of andere rare reden, houden die het wel ja. interessant, hè? Ja, Tuurlijk, ja. hè. Ja. Ja, we hebben het toch over Hippopedicen. Je hebt jaren geleden die een uh, uh, geweldige documentaire gemaakt van uh, Big Fun in the Big Town. Ja. Als je. Uh, er is heel veel reactie op gekomen. De eerste keer dat je wordt, mensen zeiden van ja, ik heb daar niks over gevraagd, want dat is echt ah, is dat Ja, dat is bijna Wereld Erfgoed. Ik denk ook dat nog niet zo lang geleden, toch een redelijk uh, relevante rapper, denk ik, J. Cole, of zo er ook naar verwezen had naar die documentaire. Twee dingen daarover. Uh, als, je dat, als ik dat zie, dan denk ik, gaat wel veel ballen of zo om dat te doen, uh, was dat momenten. Gevaarlijk daar rondlopen? Dat was continu gevaarlijk. Ja, ja. <laughs> ja echt. Enfin, ik moet wel zeggen, het idee kwam van de VPRO. Ik had toen een aantal dingen gemaakt voor de VPRO. En dan zei, ik, ja, we gaan nu nog iets anders doen. Maar misschien, we hebben neer Bram van Splunter, een heel goede reportagemaker. En die wil wel uh, die wil een aantal muziekfilms maken. Onder andere over hip en nog wel andere dingen. Die heeft nadien heel veel muziekfilms gemaakt. Toch weer Chili Peppers, noem maar op. Uh, maar hij wil eerst iets doen met, 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 met die nieuwe dingen zo in, in New York. En die hip-hop en die rap. En wilde jij daar niet meegaan om dan die, die interview te doen? Ik zeg, ja, tuurlijk, dat interesseerde mij sowieso. Uh, en dan... Allee, ik, omdat het is pas eigenlijk een jaar of twee, drie geleden terug uitgekomen. Want is nooit uitgekomen in de States, want dat is een Nederlandse film van de VPRO. Mm. Dat is daar twee keer op uitgezonden en dan verdwijnt dat in de kast van de VPRO. Maar een jaar of twee, drie geleden is dat echt officieel gereleased in Amerika. En dat heeft echt geweldige reviews gekregen in de USA Today zelfs. Mm. New York Times, LA Times, fantastisch, wat is dit? omdat dat natuurlijk nu opeens ja dat is heel lang geleden hè? ding is die gast van Run DMC die liet zijn nieuwe auto zien aan het beroeken van Def Jam in New York maar dat is dus 1986 denk ik en die, dat zie je in de... In dat, ik heb dat pas nu teruggezien. Die loopt naar die auto en die doet die auto op slot. Maar dat alleen al. Dat was die in zijn afstandsbediening om de centrale vergrendeling. Mm. Die moest dat dicht doen. Die Hij nog zegt een... het ook, hè. Hij zegt het ook. Het ja. is, alles is elektrisch. En ja. Oh. Zo, wow. <laughs> <laughs> zo lang is dat geleden dus, hè. Ja. Uh, dus wij gingen naar New York en dat was zo... Ja, uh, we hebben een aantal afspraken, maar dat is allemaal zo... Ja, we moeten terugbellen, we moeten terugbellen. Maar we hebben dus, we hebben toen, we zijn toen twee weken in New York geweest. Dat was elke ochtend, wij wisten niet wat er ging gebeuren, dus we hadden dan zo, oké, okay, we moeten die en die en die bellen, dus je kunt dat in het hotel doen, dan is dat wat te duur. Dus dan gingen we op straat staan, echt met zakken, kwartjes, ook geen gsm, hè, kun je dat je voorstellen? Mm -hmm. In de straat, op New York, en hier, die, en daar staan ook telefoonnummers op, op die cellen. Yeah, you can call us back on uh, 691-2507. Oké, okay, thank you. Yes, yeah, sir, we're waiting for a call. Dus we waren zo met drie man, een telefoon en dan belde ze iemand, yeah, in an hour, on the corner of, Where's that? In Harlem? Oké, okay. mm helemaal we're naar Harlem zo. Overdag ging dat allemaal wel. Maar mm s'avonds was dat toch linker hoor, -hmm. echt waar. Maar we hadden trouwens, en dat had Bram van Splinter heel goed gezien. Via de eerste kleine platte. Firma: zo. Ja, yeah, but guys, you three, three white guys. Of waar we met vier. Waren met vier? vier, four white guys. Maybe you shouldn't go in that area. Yeah. <laughs> at that time of night. <laughs> well, I'll give you some guys who will uh, join you. En dat was het. Twee jonge gasten met, met zo'n baseball bed en een pistool in een zak. Just to take care of you. Ja. En dat was toen heel, dat was heel dat was een heel zware crack epidemie. Oh ja. uh, dus je gaat naar New York en je hebt daar de Lower East Side. Nu is het allemaal proper en daar waren allemaal van die sociale woningen hè? het kiel zal ik maar zeggen van die mm -hmm. grote blokken gelijk hier in Antwerpen ook hebt allemaal maar dat was echt dat ratten en dat alles lekte daar in Elfabet die Alphabet City Alphabet nee, City, City ja. Ja, ja maar echt ja. de stad deed daar ook niet echt iets aan dat is nu allemaal wel verbeterd maar ja en dat was echt ja de broeihaard voor allemaal jongens en meisjes zonder toekomst wat konden die doen dealen hè mm -hmm. dus die deed dat ook en dan pakte die ook en ...daar liepen wij dan tussen. Ja, yeah, heel beer there in an hour. En dan moesten wij gewoon op de hoek van de straat staan... ...en wachten zo... Pff, yeah. ...twintig van die zwartjes. Where are you from? We're well, from Holland... Je hebt geen idee. Oh, Holland. Je hebt de Holland Tunnel in, yeah. in New York. Ik ja, dacht dat wij van een andere kant van de tunnel kwamen, van New Jersey eigenlijk. En zei van, wow, that's far away, isn't it? Holland, you took the tunnel? No, no uh, we took the airplane. The airplane! <laughs> maar dat was heel spannend, ja. What is an airplane? Ja. <laughs> I've never seen that before. Maar wel, 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 wel heel leuk, omdat bijvoorbeeld ook... Goh man, Je um... hebt daar wel, want ook een vraag, daar zitten een paar, eh, Run DMC was toen al, een, waren al sterren, Mag je hebt daar... Zo, dan? De, ja. wat ik het, het, en ik niet alleen, het, het meest iconische moment vind ik, als, cool je, als je LL ja. Cool J ja. gaat bezoeken, met <laughs> zijn oma. Met zijn oma. Hoe had je op dat moment door van, deze wordt een grote? Die had toch toen al wel al wat plaatjes verkocht, maar dat is echt een paar maanden later, ik weet niet wanneer, in 1987 in is dat echt zo bam. Ja, voordat hij wist, woonde hij in een roze villa in Beverly Hills. I hè? Need Love, hè? dat was die eens een ja. hit. Hè? Ja. Dat is hetgeen waar dat hier zo ineens ja. heel ja, ja, ja. bekend mee geworden is. Hè? Maar ja. Eigenlijk, als je dat ja, ja. terughoort, was dat heel mainstream, snap je? want ja, ding is ook, ook Grandmaster Flash met de message, ja, dat ging wel ergens over, hè? Dat was de ja. White Lines. Allee, dat ging wel over gasten, tot met dat gedoe. gewoon. Je maakt jezelf dood en je maakt je neighborhood dood. Ja, heel cool, Dat was zo, ik hou van de maskers en ik hou van de maskers. En zal ik het nog eens zeggen, ik hou van de maskers. <laughs> meer, meer was dat ook niet. Ja. Uh, maar dat is wel schoon een tv natuurlijk. Fantastisch. Want... Ook een geweldig moment vind ik als je eh, niet de minste Russell Simmons onteinterviewt ja. en uh, Hey, wat, ook eigenlijk, wat ik er gewoon een beetje mee heb met die documentaire is, ik ben blij dat het erop gepikt is, want dat is, soms denk ik, dit mag meer liefde krijgen omdat het zo'n waardevol document mm -hmm. is. Want op een bepaald moment vraagt hem ook, vertelt hem ook de kracht van de hip-hop hey, en dat ja. allemaal zelf schrijven. En dan begint hem eigenlijk een beetje, en ik, waarom haal ik het aan, omdat het ook is wat ga nu een beetje doen met playlists, dat je kritiek geeft op, op wat dat gemakkelijk is en dan geeft ja. hij namen als Diana Ross. Ja, ja, in, voor hem zijn dat dan de artiesten die niet oprecht zijn en die geen nummer zelf schrijven En, zo. Ja. en terwijl dat je nu vandaag de dag zou denken, my Diana Ross, zou moorden verdoen voor dat tuurlijk, soort... Tuurlijk, ja. En die, mm -hmm. heeft toch wel, ja, die heeft toch wel ja, haar ding gedaan. Die komt ook uit een andere tijd. Hè. Die had ook niks te zeggen toen bij ja. Motown, dat was mm -hmm. een dictatuur, hè. Motown, achteraf bekeken als je iedereen mm -hmm. hoort. Er waren de twee, drie gasten daar alles voor te zeggen en die meisjes moesten hun bek houden. Die, hadden, ja. die mochten ook niks zeggen. Dus die, die Diana... Zijn nog goed uitgekomen want al die anderen zijn in de mist verdwenen hè? ja dat is een klein beetje wat dat uh, wat dat die musical Dream Girls eigenlijk over had, hè? ah ja neem zo op. Er is eigenlijk zo dat, die die supergroep hè, wat de Supremes was mm -hmm. waar het dan, dan werd de Diana Ross in de Supremes en de naam is gezegd tegen hey, de rest van de Supremes <laughs> ja jullie Ross niet nodig want ja. het geld zit in de D en niet in ja. jullie. En het ergste in die, uh, die uh, Dreamgirls-document, eh, dat is zo'n een, een musical gebaseerd op zo wat stof dat er gebeurd is op dat Motown-label, dat was dat er ook zo um, andere zwarte zangeressen waren, dat eigenlijk beter zangeressen waren dan Diana Ross, maar die maar waren moeilijker. te zwart ATA, en die, konden we, ja. die kregen we niet verkocht, als in, ja, Diana Ross kunt eigenlijk alles laten zingen. Je mm -hmm. stem stoort niemand. Ja. Yeah. Daar kwam het eigenlijk op neer. Terwijl jij, je hebt zo'n mega clip. Maar ja, dan moet, yeah. moet het al dat soort muziek zijn. Dus dat horen we eigenlijk liever niet. Hè? Waardoor dat sommige zwarte vrouwen. Want als je, eigenlijk, als je dan terugluistert naar zo iemand als Ella Fitzgerald of zo bijvoorbeeld. Ja. Dat doe ook een onwaarschijnlijk mooie zangstem. Maar she didn't sound too black. Ja. Voor maar de ja, meeste dat is, mensen. Ja, he? natuurlijk. Zo Aretha Franklin was al een ander verhaal. Ja. En dat is, dat is wel grappig hoe dat, dat dan toch ook weer allemaal geëvolueerd is. Of zo. Maar toen was het ook. Allee, die muziek klinkt nu echt geweldig. Want Motown. Van mijn ik geen slecht woord over Motown. Ik vind mm -hmm. het allemaal fantastisch. Ook dat geluid van die plaatjes, man. En dat was op vier sporen of zo. He? Die speelden de helft van de tijd gewoon live on tape, he? Tweede mm -hmm. teken is de goeie. En dat zijn, ja. als je dat nu opzet van. BOM! Als je dat klinkt. Mm -hmm. Dan kan er geen echo-kamer van. Ik word de wolf niet op. Ik word de wolfie-man. Ik de wolfie-man. Maar toch was dat ook business. Want ik zag vorige week nog een foto van de eerste, eerste optreden van de Supremes. Uh, bij de Ed Sullivan Show. Dat was dan zo. Uh, ja, de, de TV-show waar dat muzikant waar ook de uh, Doors. Had, en iedereen begonnen is. <laughs> ja, dan staan die dan met hun drieën. Maar die hebben wel een kraakwit kleed aan. Hè? Mm -hmm. Dus je ziet drie zwarte meisjes, maar die zijn helemaal in het wit, dus die geven een hele witte indruk. Waarom is dat? Om het witte publiek niet af te schrikken. Dus daar werd toen ook over nagedacht. Ja. Uh, er zit nog dat beroemding in, van uh, wat dat in die Oliver Stone film over de doors zit, dat die zo te horen kregen dat bij het nummer Light My Fire, the girl we couldn't get much higher, dan mochten ze eigenlijk niet zingen. Oh, hey, dat was zo so ja, en dan... Ja. Uh, en is er zo van maar We zijn we weer dat is ook zo'n kagelig stukje die dat die zegt ja could you could you kind of just sing like a girl we can't get much better is that is that kind of groovy can you take that en dan zeg en dan zie je hoe how about girl you can bite my wire is that uh, is that better zo dat en uiteraard, die beginnen die nemen dat op en Jim Morrison doet, girl you couldn't get much higher No de camera zo van zo van go fuck yourself en zo so, en dat is Good, eh? Want het ding is, was dat ook, hè? Elvis, die is gefilmd tot hier. Tot hier dat dan je, dan zo, het... je ziet die moriel dan tijd van al, en je denkt, wat is die daar beneden allemaal aan toe? ja. en toen Want dat mochten ze ook niet zien. Het is wel grappig dat je denkt dat er een tijd was dat mensen daarmee bezig waren, hè? Tja, ik uh, denk dat de, de preutsheid en de, dat soort van censuur er zeker nu nog is. Mm -hmm. Maar je hebt gewoon veel andere circuits onder andere ook dankzij Quentin Tarantino, hè, ik wil zeggen dat soort filmmakers die grenzen verlegd hebben en dan heb je gelukkig die mensen nu, wel, die zitten in de mainstream-circuit. Dat mm -hmm. soort films waren in de jaren zeventig alternatief en dat werd alleen gespeeld in de in de cartoons mm -hmm. als het toen al bestond en niet op de grote schermen. Dat soort films zijn nu ook soms bij momenten zelfs uh, mainstream. Ik zeg ook van de voor een paar weken terug, wat uh, was het? Uh, Kill Bill Was dan op, op VTM zo op een zaterdagavond om half tien. De hmm. <laughs> armen en de benen vliegen daar zo. Het <laughs> bloedspot, bloedspot van de VTM. Ik zeg ja, dat is toch wel de vooruitgang in de wereld. <laughs> Vroeger moesten daar nog zo'n aftans cinematje voor gaan om dan te kunnen zien. Hmm. Um, maar dat is, ja, um, preuts, preuts is het nog steeds hoor, Amerika. Dat is heel bizar, hè. Hmm. Allee, ik zeg, uh, ben van de zomer ook naar de steeds geweest. En ik kon dan. Ja, ik, kan, ik kan niet slapen op zo'n vliegtuig. Dat is altijd een nachtvlucht om terug te komen. Dus ik ben heel lang wakker gebleven. Dan loop ik zo wat door de gangen en ik sta dan bij de wc. Uh, en dan ik dacht nu ga ik eens kijken van achter in het vliegtuig, naar wat dat de mensen allemaal kijken, want dan zie je al die tv's achter mm -hmm. elkaar. Mm -hmm. Echt, dat we eigenlijk niet vermogen. Dat is drie kwart pure fucking violence, hè. Ja, 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 ja. Dat is allemaal die, alleen maar vechten, kanonnen, helikopters die ontploffen, soldaten die het stukken spatten. Ja, dat is dus mainstream entertainment in Amerika, maar geen enkele blote tiet, hmm. nog staan een blote piet, alleen, ja, 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 ja. dat kan niet, hè. Of, of zelfs het minste. Dat wordt direct gecensureerd. Maar geweld. Dat is ook die beroemde uh, halftime show at the Super Bowl met Janet Jackson, mm -hmm. waar dat. Justin Timberlake zo ja. he, een stuk aftrok van een BH. En je zag ineens per ongeluk een tepel. Heel Amerika niet, ja. in rep en roer. En dan ja. werd er zo, daarna gezegd. Ja, intussen werden er wel 15 trailers getoond. van de meest brutale actiefilms. waar ja. mensen in stukken geblazen werden ja. Daar lag niemand van wakker. Maar oh my god, de kinderen zouden maar eens moeten doorhebben. dat een borst een tepel heeft. Ja, absoluut. So, dat, dat was dan hetgeen dat zo totaal niet kon. Zo. Maar dat is nog steeds zo hoor. Dat is ja. nog steeds zo. Ja. Wat deden we nu eigenlijk als je... Hè, want je, je hebt natuurlijk wel moeten beginnen, je hebt dat ook gezegd. Je bent vandaag ook heel de dag nog bezig ja, geweest tis. met je... We zouden al bijna vergeten dat jij inderdaad gaat rondtoeren met je voorstelling, hè, Playlist 2019. Wat zat er op de playlist dit jaar dat je zegt van, dit kent niemand en dat is toch eigenlijk keigoed? Oh, uh, heel veel eigenlijk. Want ja, op de radio spelen ze toch niks. Goh man, uh, wat heb ik deze morgen nog opgezet? Fat White Family, okay. een groep uit Peckham, <laughs> Zuid-Londen, ja. een soort van post-punk, uh, garage, psychedelic, echt heel goed. Mm -hmm. uh, goh, er zijn er zoveel. Uh, oh man, Larkin, Poe, dat zijn twee vrouwen die een soort van uh, ja, blues, delta-blues spelen, echt heel goed, X. hex mm -hmm. dat zijn drie vrouwen, of zijn er geen vier? die een soort van Joan Jett en uh, de Runaways mm -hmm. uh, zo ja, bijna glamrock uh, spelen, echt heel tof en ik, ik snap niet waarom dat ze dat allemaal niet niet, uh, dat je dat niet hoort eigenlijk mm. heel veel um, ik heb een samenvatting gemaakt van de beste tracks van het jaar, dat zijn er 142.000 en die zet ik dan op op het einde van de voorstelling dat duurde een jaar, mm -hmm. mensen mogen dan <laughs> een jaar in de zaal blijven zitten en dan kom ik terug <laughs> Ja, er komt zoveel uit. Je krijgt dat ook allemaal niet. Mm. Uh, wat, ik, wat, wat mij vooral ook stoort bij de, bij de Vlaamse radio is. Uh, ook bij Radio 1 en bij Studio Brussel. Ja, er komt zoveel uit en dan draaien ze toch. Een mooi voorbeeld is Willy Willy. Willy Willy komt naar de Mia's begin februari. Drie dagen later is de mens dood. Hij heeft een hele goede soloplaat gemaakt in een productie van Patrick Riegel. Het is een soort van Tom Petty-achtige Americana-quiz-padding-rock. Meer is het niet, maar het is heel melodieus. Het is heel tof gedaan. Niemand heeft die plaat gespeeld. Mm. Dan krijgen de Skeps een, een Lifetime Achievement Award. Willy Willy gaat dood. Dan denk ik, ja, nu heb je een mooie aanleiding om zijn plaat eens te spelen. Niet? Mm -hmm. En dan denk ik, ja, maar luisterde jij dan niet wat daarop staat? Dat is heel toegankelijk, dat zal niemand storen. Radio 1-luisteraar gaat dat goed vinden. Als je van Tom Petty houdt, houden van Willy Willy. En niet, hè? Dat snap mm -hmm. ik niet. En wat doen ze dan? Dan nou, draaien ze nog maar eens, Robin, de likkerstoor van de Skeps. Ik denk, ja, dat, dat hebben we nu toch al gehoord? Dat soort dingen, daar word ik heel erg moe van, terwijl er zoveel goede nieuwe dingen zijn. Ik, de, ik ben Iggy Pop gaan interviewen vier weken geleden in Londen, want hij heeft een plaat gemaakt. Het is weer een arty-farty-plaat. Goed, hè? Ja, ik heb ze wel beluisterd, want... Zijn <laughs> ik vor... ze Ik vond zijn vorige ook keigoed. Post-pop ja. depression. Ja, die is heel goed. dat, is, dat vind ik uh, een aanrader ja. voor iedereen dat hier luistert naar deze podcast en of ja. kijkt. Maar dat is een plaat die hem heeft, hij heeft samengemaakt ook overduidelijk te horen met Josh Homme van ja. uh, Queens of the Stone Age. En die uh, Troy van Leeuwen en zo speelt er ook mm -hmm. gitaar op. Dus heel die, heel die ploeg speelt dat eigenlijk in. Josh Homme zingt ook backing vocals. Dus je hoort hem ook op de plaat. Maar dat is eigenlijk een, een beetje een uh, ze, hebben, ze hebben zo een, een optreden gedaan ook in de Royal Albert Hall ja, waar tof, dat ze he? hebben opgenomen supercool waar ze eigenlijk alleen maar die idiot Lost for Life en Post-Pop depression spelen ja. die ka goo op elkaar aansluiten ja. ook nog eens daarboven. Met een op. hele coole band hè. Met een hele wow, coole man, band. In zo, in zo kostuum, maar dat is ik ik weet niet heb je de... dat al gezien Andries? Dat ja, is dat echt goed. supergraaf. Ja dat is ook zo. Uh, de, de, ik weet niet waarom, maar dat is zo'n zo soort nog. Dat is zo'n optreden dat ik echt aan was dat ik daar niet was. Ja. Dat je dat ziet en je denkt, ah ja, deze is. Deze dus als er nu één moment was moest... die zo Lust for Life moest spelen, dan waren ze het. Dan waren ze Dan met... zegt ze van: wow. Dat is ook zo, want dat klinkt ook enorm. Want Ze beginnen ook met Lust for Life. Ja, ja, ja. En best dan niet zo, de Iggy loopt het podium op. Twee seconden later ligt hem in het publiek en is hem al aan het bloeien <laughs> van boven onze kop. En dan denkt de, ja, voor een 70-jarige gestoorde zot, ja, dat ja, ja. is deze. Ja. Dat is eigenlijk dat is een fantastisch optreden. Ja. Ook omdat, omdat die hebben zo een aantal uh, hè, zo dingen, zoals Funtime of, of ja. hoe uh, heet uh, het? Uh, Colin Sister Midnight. En ze hebben zo die mega schone tweestemmigheid ja. tussen hem en Josh Homme, die de hoge vocals allemaal doen ja super cool maar die is een nieuwe plaat hoe was het interview hoe Viel die je mee was hij ja, toch ja, ja die was heel blij denk ik dat ik zinnige vragen stelde want ja <laughs> ja maar ik zag hem alleen een, een week later of zo op MTV in Amerika uh, met de befaamde Kurt Loder, Loder en dat is een van die journalisten van toen. Ik wil nog wel wat mm -hmm. koffie, ja. Ja. En die begon dan weer te zeuren over, en hoe was dat met David Bowie in Berlijn? En dan denk ik van, gasten, oh gast, allee, dat is nu ondertussen 50 jaar geleden, lot en mens gerust. <laughs> dus ik vroeg hem gewoon over deze plaat. Allee, hij heeft zo'n tekst van... Uh, uh, hoe is het nu weer al? Uh, We are the people heet dat. Yeah. Waar eigenlijk, ik voelde mij direct aangesproken, want je hoort vandaag allemaal mensen, vooral politici, vakbonden en andere lobbygroepen, spreken uit naam van de mensen. het volk. Het volk, te midden de mensen, te midden dit, te midden dat. Wij, wij representeren wat de mensen echt denken. Maar ik voel mij nooit aangesproken. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, maar ik denk niet zo dus ik heb eigenlijk geen enkele partijen meer, oeh, dat is goed, dank u. Mm -hmm. of, of, of andere groep die voor mij spreekt. En daarover gaat die in tekst. We ja, are the ja, ja. people with no uh, support, with no land, uh, ja, ja. with just fear and without tradition, without a ja. land. Het is een prachtige tekst die in tekst is van Lou Reed. Mm -hmm. En ik zijn vaak... ik zeg, ja, dat is een eerste mens die in al die opiniemakerij van de laatste tijd. En Poetin spreekt voor hen en Trump zegt, we are America. Ik zeg, ja. Ik voel mij niet aangesproken, maar deze tekst wel. En dan heb je direct van. Boep. Ah, ja, en Dan natuurlijk. krijg je. Hij is mm -hmm. een, een mens die je, ja, ook nadenkt. Dan krijg je direct. Mm -hmm. Ja, een fatsoenlijk antwoord. En ja. dan. Ja, dat is zo. Ik had ook anders kunnen beginnen. Zo van. Uh, yes, en. Uh, Lust for life. En uh, alweer over diezelfde dingen. Mm -hmm. um, dus hij was heel goed. Want dat is wel. Allee, een cadeau is dat niet, want ja, ze zeggen: ja, je kunt Iggy Pop gaan interviewen. Dat is heel tof, gestapt hier op de trein hè, om 7 uur s morgens. Je zit om, uh, om 10, 11 uur in Londen. Iggy Pop zit daar van 2 uur tot 20 over 2. Dan is het dan nu en dan zit we terug buiten. Ik was s'avonds om 8 uur terug hier. Hè. Ja, 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 ja. Allee, dat is heel kort. Dus dat is ja, 20 minuten, 25 minuten. Dat zijn dat al, 6, 7 dat is, vragen. Dat is eigenlijk al veel, zelfs ja. 20 minuten. Ja, terwijl we dat... bezig waren, liepen ja, er dus drie Zweden achter mij door en dan twee Fransen die ver het volgen. Misschien, is, is, misschien is dat, ligt dat aan mij of zo, maar om een van de reden dacht ik, en dat is waarschijnlijk kein naïef, maar Marcel kent die toch allemaal van vroeger. <laughs> 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 ik heb die en Ja, We hebben toen met de VPRO daar ook een film over ja. gemaakt, maar denk, dat die, denk jij dat? Ook al heb ik Iggy Pop, denk ik, daarvoor voor twee of drie keren geïnterviewd, dat hij dat nog weet. Ja, natuurlijk. Nee, dus eigenlijk, ik er op een avond echt heel zwaar mee zou doorgezakt zijn. of daar een volledige week in zijn gezicht. Mm -hmm. dan zou hij mij waarschijnlijk nog herkend hebben tussen die duizenden mensen. Maar die weet dat niet meer. Allee, dat interview van de VPRO, dat is geleden van 1986. Hoe ja. was die je toen? Het... Top. Top, ja? ja, ook. Dat was heel de namiddag. Toen hebben we. er is ook een film van. Dezelfde periode als die hip-hopfilm. Um, en dat was op het, op het dak van een hotel. Ik denk dat we daar vier uur uh, gebabbeld hebben. Dat was heel tof. Hij vertelt dan mm. eigenlijk ook zo dat hij voor de studio's eigenlijk alles gepikt heeft van Johnny Cash. <laughs> <laughs> en, en dat klopt. En wij bedoelden daarmee: yeah. Johnny Cash doet met twee akkoordjes heel veel. Mm. Denk, die doet, dat zijn maar twee akkoorden en vaak, hè? Yeah. En dat en tukatung, doet hij heel tukatung, veel tukatung, mee. Tukatung, tukatung, ja, dat tukatung, het is altijd hetzelfde. Ja, ja. Weinig variatie, misschien ja. even omhoog, en dat is dan dus heel, ja. heel weinig. En hij zei, ja, Walk the Line is eigenlijk uh, Walking the Dog ook een beetje. Of uh, ja, ja. I, I Wanna Be Your Dog, niet I Walking the yeah. Dog, ja. Dat is dat, eigenlijk. Dat no, is het ook, Dat is het, hè. Eh? Dat is het, Ja, voilà. Ik vind dat wel tof, alleen dat hij daar ook ja. oprecht in was. Dat is, dat is, dat is ja, inderdaad. Maar, dat, maar wat, hij, wat hij wel bewezen en wat Johnny Cash natuurlijk ook gedaan heeft, is het zijn die drie goeienoten. Ja. En dat kun je, dat en kun je de songlijnen bovenop hè. Dat he? heel, heel vermoeiend kunt gaan doen. Maar ik, ik moet ook altijd denken om die, die baslijn van uh, Walking on the Moon, van The police. Ja. Boom boom boom. Boom, boom, boom. Je kunt ze direct doen. He. Dat klopt. Ja. Je hoort het en je denkt: oh, ja, of, of, of Bella Lugosi is dead. Dat is ja. nog, nog erger. Dat is boom, boom, boom. En dat is, dus het, dat he. is het. En ja. dat is het, he. een heel nummer lang. Maar eigenlijk, ja, ja als, het, als het cool is, is het cool. Ja, het is uiteraard meer dan dat. Maar het is wel, ja. het is wel soms het, uh, het coole eraan dat je dat zo simplistisch krijgt. Wie is, eigenlijk, wie is eigenlijk degene waar je het meest uh, zenuwachtig ooit voor zich gewist dat je moest interviewen? Oeh, um, Want bij Iggy Pop was ik niet zenuwachtig, maar ik was wel blij dat het interview ik, goed liep. Ik, wa ik was liep. Nou wel dat ja? ik wel gewist. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik wou het gewoon heel, heel goed doen en ik vond zijn plaat goed en hij merkte direct van... Uh, ik kom met goede bedoelingen. En dan ja, was ja. hij ook sympathiek, snap je? Ja, ja. en, en ik wou niet zeuren en hij uh, wist ook heel goed dat het, uh, het kost moest ja. gaan. Dus de sfeer was direct goed. Ja. Want hij was moe hoor, het was een, het was een maandag en hij was al interviews aan het doen van 7 uur s ochtends. Hij ja, ja. had al drie radio-interviews gedaan en in de voormiddag nog twee. Hij had juist pauze gehad, zo mm. anderhalf uur. Dus hij was echt op zijn bed gaan liggen. Ja, die mensen, hoe oud is hij nu? In 70 zeker, 70, 70, 70, Ik denk zelfs ja. 72. Ah voor uh, wie was ik, was, ik ooit al... zenuwachtig? Man man. Want Bowie uh, was 69 toen hem gestorven, Heb je die er nooit ontmoet? Uh, Wel ja, die heb ik ook geïnterviewd. Maar dat was in een tijd van Tin Machine. Uh. En dat was in de bar van de AB. En uh, dat was heel duidelijk: van, we're a band, and you're gonna interview the band. Dus die ik zie die nog achter elkaar staan. Die twee broers. Uh -huh. Maar ik de naam niet van, de, de drummer. De, de... Niemand weet dat nog. Ja, ja. En, en Bowie stond als derde. Ja. En zij moesten eerst antwoorden en hij, stond, hij kwam zo af en toe tussen. En ik dacht: Ik wil eigenlijk met hem klappen. Iedereen wou met hem klappen. ja, maar... mee hem klappen. ja tuurlijk. Dat is ook dat idee dat hij net even had. Wat ik uh, wat kan, uh, de, Op aan zich een nobel idee. Ik ga terug verdwijnen in de anonimiteit van de band. En dan denk ik: Ja, maar ga ze David fucking Bowie, man. Ga ja. misschien een van de meest herkenbare mensen op de planeet. It's not gonna work. Ja, dan hadden we zich vandaag, moeten <laughs> zitten achter een piano ook. Met een e valse snor op. Ja, voilà. Zo, hè. <laughs> 72, uh, e Ja. 72, hè. En, jaar en uh, ja, ja. de broers toch gewoon voor de hè. Ja. For the sake of Tony en Hunt Sales. Sales. The Sales mm -hmm. Brothers. Ja. Ja. Dat twee eikels waren, heb ik overal gelezen. Ja? En nog steeds zijn, hè. Dat hebben ze, mijn eikels, hè ja die blijven dat hè dat is een... en waren dat eikels toen dat jij die interviewde of vielen ze mee ik weet het ik heb alleen maar naar David Bowie gekeken zulke... <laughs> tot het grote ah, de grote joh leidt van die twee eikels. die had ik wel heel graag gezien eigenlijk op live dat heb ik nooit gezien ah ja dat was heel goed ja. dat was ook uh... merci dat je dat nog even gezegd ja maar <laughs> dat was ook alleen ik wil zeggen uh, dat was heel inspirerend hè Omdat... Uh, ja al de groep dus jaren 70. Mijn, mijn allereerste optreden was ik 14 jaar of ze met, met met vier Hells Angels uit Leopoldsburg naar, naar Brussel. Bad Company was dat. Och. Goh, echt echt uh, goed was dat hoor. Mm -hmm. um, ja en dat was gewoon ja drums bas zanginstallatie en ramen. En dan ja een paar jaar later was dat David Bowie en dat was theater. Snapte dat? Want mm -hmm. die had zo neonlampen en voor, de, een van zijn voorprogramma's was Le de, de, de Chien Andalou, de film van Louis Benuel. Ja, ja. Met, de, de, het, Met het oog. Oog dat de, open wordt. in Force national ja, ja. wordt Het yeah. lied gaat uit en dat begint een hele maffe film <laughs> van de surrealisten uit Spanje. Ik denk: wat de fuck is dit? Maar dat maakte wel indruk. En dan mm -hmm. begon dan. Uh, ja, de beroemde scène. Ja. Ja, en dan ja. begon dat, die, die, dat deel die Warschau muziek, of Station to Station yeah. was dat dan zo. Ja, dat was toch wel. Ja, dat was meer dan alleen maar we spelen, we spelen muziek. Queen kon daar ook nog wel over. Maar dat was dan ja, ja. helemaal erover. Heb je Stopt dat te... nog gezien? Uh, Queen heb ik zeker ook nog gezien, ja. Mm -hmm. Van Helen herinner ik me ook, dat was ook heftig. Dat Van was Helen echt... was even op een bepaald moment een hotste band op de ja, planeet, hè, met absoluut. hun eerste plaat. Mm -hmm. Wat nog altijd een topper is, by ja, the way. Toen heb ik die gezien? Ja. Plaat ja. Is, hè. Dus, Toen uh, ben ik dus mee gaan eten met die gast van IMI Belgium in ja. de, de hardhog café. En daar zat David Lee Road. Dat was echt een hoop ellende. Want op het podium was dat zo van. Ja. Wow, wat is dat aan? Jezus is terug. Ja. Ja, met, met die haar en die zwaar rond. Ja. En dan zat hij daar in het café zo. Oh. Uh -huh. Weet, maar ja, waarschijnlijk moe en dood. <laughs> maar die zat dan daar. Maar ja. Ik, vind, was... dat, ik heb dat eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Want Van Helen was ook. Allee, ik, ik was dan ook zo. Want is dat al is dat al in de, in de punk en new wave of juist ervoor? Vra dat is een beetje rond die en tijd hè. Ja. Want dat is zo. Dat was eigenlijk uh, ja van wel. niet? 88. Wanneer is die plaat? 88. 88. Dus dat is ja, midden dat is midden in de, midden in de, nieuwe... de punk. En ik, ja, en ik vond ja. dat ook wel goed. Ja. Shooting for the devil en zo. Ja. Die gitaar heeft man in van... Wow! Ja, ja mega graag. Running with the devil. Running with the devil, Running with ja. Running ja. with the devil. Ja, goeie plaat. Die had ook een mega, een mega cover van Girl, you really got me going. She's <totstuk> going yeah, Ja, ja, cool. En natuurlijk, ja, Eruption. Hè? Ja. Dat moment van Eddie van Halen dat die zo. Ja. Maar dan nog niemand had dat ooit gehoord hè, op dat moment. Dat was zo. Wat doet hij met zijn gitaar? Yeah. Ik denk dat instantly door dat klein stuk een miljoen Miss. mensen gitaars in beginnen spelen. <laughs> ja. Dat is echt letterlijk daardoor. That die start je... fingering. Ja. <laughs> I need to finger something. Yeah. <laughs> I'm not fingering chicks, I'll fingering guitar. <laughs> dat is wel uh, ziek, hè?

ja ik denk dat hij ook al wel, wel ongezond geleefd heeft mm, de Neddy. maar is hem ja, ja hij leeft hij, nog ja hij is battling throat cancer dus ja uh... battling throat cancer dat is toen ook, dat is ook ik heb echt duizend dingen opgezocht. Mark Hollis van Talk Talk sterft 64 jaar ja. en dan zo van ja maar aan wat is die gestorven hè? de ene heeft hartproblemen uh, die heeft Keith Flint van The Prodigy ja, ja. ja zelfmoord verhangen heb ik uh, uh -huh. gelezen bij Mark Hollis staat er uh, uh, wacht even. died of disinterest ja yeah. <laughs> died died of a short illness from which he didn't uh, recover Ja, yeah. yeah he's fucking dead yeah. he, didn't yeah, yeah. Yeah. he didn't recover of course he didn't recover wat is dat voor reden ik wilde weten waaraan is hem dan gestorven is dat lever kanker nee of a short illness he didn't recover of ja yeah. natuurlijk yeah, yeah. he didn't recover yeah, we, he's dead yeah. <laughs> Dat is bijna die film Top Secret van de jaren 80, waarin het zegt Call me when there's any change in his situation. He's dead. <laughs> <So d> <laughs> oh man, ja, ja. Keith Flint, man, dat vond ik ook erg. Ja, ja, ik vond dat echt erg. Dat was zo een van die mensen waar ik van dacht: Ah, damn, dat is te vroeg. Ja, ja. Die was ook, wat is, in de 50, in de 50 en... hè, nog ja, ja. maar ja, ja. juist, hè? Kan niet anders. Firestarter, hè, crematie, hè? Ja. <laughs> Zouden ze dat gespeeld hebben met de kring? Ik vind het niet fijn voor dat wel bij aflevering. Welk liedje zouden ze gespeeld hebben op de krimals I'm that fire starter! Woef! Och, er Een inboedel wordt verkocht, hè? Zo heeft zo'n metalen bidden. Zo'n is een stand... fire sale. Oh! Ja! <laughs> 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 um, Oh, come on. <laughs> oh, <gaar. laughs> maar ja. Oké. Okay, ja. de, de mens was waarschijnlijk niet, niet blij met het leven, hè? Oh, dat's, maar dat's, dat is zo. 49. Zo, zo ja. hè? Ja. Door dat begin van die show van uh, Sticks and Stones, die comedy special van Dave Chappelle, dat hij zo vertelt over Anthony Bourdain en dat hij zegt: die gast heeft zichzelf opgehangen en die had de beste job in de wereld. He traveled all over the world and ate excellent food with very interesting people. <laughs> en toch eet een gast yeah. ik, ik zie het niet meer zitten. Ja, ja. dat is raar wat dat doet met iemand. Hè. Dat soort uh, waanzinnige beroemdheid of zo. Ja, okay. Chris Cornell ook. Ja. Nog zo'n gast waar ik ook niet goed van was eigenlijk. Dat ik denk alleen, man, Eddie Vedder is echt de laatste dat nog overblijft van die. Uh... Dat heeft hem ook gezegd, hè? Wette? Ja, ik denk dat hij er wel zo... Hij is onlangs geweest toch, Eddie Vedder? Ja, ja, ja. ja. kijken en dat was dat ook wel zo... Wat is de laatste? de ja, yeah, Last yeah. Survivor. Ja, yeah. dat is wel erg Ah ja, dat is waar, ja. ja. Ah ja, Cobain. Lane ja, cool. Cobain was Lane de Staley. eerste. Lane Staley. Staley is dood van Alice in Chains. Eh. En, de, en de allereerste was... eh noemt hem? Andrew Wood? Ja, Andrew Wood. Dat was die van Mother Love Bone. Temple of the... Nee, Temple of the Dog is dan later. Dat eh. was een Tribute to eigenlijk. Dat was omdat hij dood was. De mensen die nu inschakelen... Ja, dit is een programma voor nerds. Temple of the Doom van de Frankl of the Doem. Temple of Doom, nee, dat was Indiana Jones. Uh, de meisjes, de jongens zijn weer bezig op de kamer boven. Uh, ja. Op nog de 100. Maar de die zijn er allemaal aan. ja. Op nog de 100. Yeah. Ja. Naar de 100 ja. dat, uh, ik voel je in een segue aankomen met op nog de 100. Yeah. Maar jij dan, uh, ik, ik heb zo twee dingen over u gelezen waar ik wel mee moest lachen. Dat, jij op een Allee, dat klinkt nu als schadenfreude, maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar dat was het moment dat jij zei in een interview, mijn vrouw keek naar mij en zag een oude man. He, toen ja, je, ik dacht aan. Dat, he, dat ja. is een gevoel dat je had. En dan heb je een programma op naar de 100, waarin dat je zegt, ik wil eigenlijk 100 jaar worden, help mij, hoe, ga dat... mm -hmm. hoe oud voelde jij je eigen eigenlijk? Uh, nog altijd hetzelfde. Ja. 30? Ja, zoiets. Ja. ja, ja, dat is ja, toch, ja. maar dat is. Mm -hmm. Het is alleen, ja, ik met spiegels. Denk ik heb er nu nog twee in mijn huis, ik ga die ook wegdoen. Die zijn ook zo groot. Ja. Dat is zo'n gewone oor. Dat je kunt flossen zo. Ja, ja. ja, ik kan nog wel zien wat ik eruit kan halen en mijn rest... Tjus, dat is een goed idee. Ik hè? heb een pukkel, ja, dat kon ik nooit weten. Ja. Dat is uw probleem, ik moet dat niet zien. Ja, maar is dat, is dat niet aan als je, als je, je mijn figuur zoals ik ga? Je zoveel, zoveel footage gemaakt. Ja, want dat was heel goed in de generiek van uh, Op naar de 100. Dan zie je ah, ja. u zo door de jaren heen. Door de eeuwen ja, oh, dat heen. Dat Ja, dat moet toch ja. verschrikkelijk zijn? Dat is vreselijk. Ja. Ja. Dat een heel slechte generiek was. Ja. 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 Ik kon ja, ik, ja. Ik niet zeggen, Marcel, en dat gaat heel voos klinken. Maar ik kon wel zeggen: je ziet er pakken beter dan toen jij 25 wordt vind ik ik. Is dat zo? Ja, Allee, zo dat, dat grijs. En dat, de, je ja. ziet er gedistingueerd in iemand dat. Dat een cool leven heeft gehad tot hiertoe. Ja, maar en dat ik nog altijd ja. goed zie. Dank je wel. Een, maar... een mooiere, oudere man. Dank je wel. Niet oud, hè? Het, het goeie is. Het goede is dat jij dat zegt dat interesseert, begin maar Dat zeggen ook veel vrouwen. Ja, Oké, okay, wat? Uh, tuurlijk. Ik snap het, merci. Dank u dat je mijn gay dromen weer kapot geschoten hebt voor mijn ogen. Ik dacht, ik zal hem eens een compliment geven. Weten waar ik, ik zot van ben. Mensen die. En deze vind ik niet erg, want dat gaat daar niet over. Ik moest er gewoon aan denken. Mensen die zo'n compliment beantwoorden met een belediging. Dat vind ik altijd dan topper. Als je naar iemand gaat en zegt: Je ziet er goed, het gaat ze vermagerd. En die doen ze deze. Ga je precies niet in, ja. En dan kletsen deze whoppen we een En dan hoe, denk hoe, hoe ik, bedoel? nu wil ik je echt een kopstoot ja. van voor op uw neus verkopen. Want hier had ik niet om gevraagd. <laughs> niet alleen dat, ik zei nog iets tof tegen u, ja, ja. loser. Ja, <laughs> is het dan niet zo? hebben we het toch overkomen: je, je maakt playlists, je zijn niet altijd lief voor de medemuzikant. Ja. Maar je maakt zelf ook een plaat. Ja. Is dat dan niet zoiets? Ah ja, maar ja, ik heb ook. Uh... In de vorige dingen lachte ik ook met mezelf, omdat ja, het parallel was, toevalligerwijs, dan kwamen twee platen tegelijkertijd uit, mijn plaat en die van Karen Dame. Ja. <laughs> ja, ja. Dan denk ik, ja. En de, haar, haar plaat uh, heette uh, Op een ander spoor. Ja. En mijn plaat heette Cash Cash, maar ja. zij heeft gecashed en ik zat op totaal verkeerd sporen. Mijn plaat heeft geen ongel verkocht. Ja, natuurlijk. Dat, is er. Dat, moet je dat, ook eerlijk, dat moet ook eerlijk zijn. Dus ja. dat is, natuurlijk moeten we nu zelf vragen. Mijn plaat heeft geen, 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 ja, niks gedaan. Mm -hmm. Maar we hebben wel heel leuke optredens uh, gedaan. En wat moet je daarvan denken? Ik weet het niet. Ik denk daar gewoon niks van. Ik denk van, ik ga ik gewoon doen wat ik zin in heb. Mm -hmm. Uh, omdat ik wel denk dat er na, heel, naast heel dat grote circuit van ja, de, de sportpaleizen en, en al de clubs, is er nog een ander circuit. Mm. En dat kunnen ook spelen. En dat, en dat is heel leuk. Ja. Maar wat ik wel leuk vind om even terug te komen op twee vragen geleden. Wat ik vooral van de laatste tijd van begin te genieten is zo. Dat als je dus zo oud bent, Dat mensen zoiets zeggen uit 1972. Ja, van lang. Ja, ik was erbij. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, twee weken deze vorige september. komt Abbey Road uit. Opnieuw uit. En nummer 1. Ja, ik was erbij. Ik was toen 12 jaar. Ik weet dat nog. Ja, dat is ja, zo ja. zo van. Ja. De Beatles. Maar ik, maar ik kan dat helemaal uitleggen. Ik, heb, ik zie die plaat nog uitkomen. En dan. Dat is zo. Toen was de, de, de wereld in de popmuziek duidelijk. Er gebeurde niet zoveel. Er gebeurde. Wiltura bracht één plaat per jaar uit. En die anderen ook. Dus er waren niet zoveel platen. Dus als de Beatles een plaat uitbrachten, zat heel de wereld erop te wachten. De wereld stond stil die een dag, 26 september 1969. Heel Engeland lag stil. Want iedereen ging naar de winkel om die plaat van de Beatles te halen. Er waren geen, geen lekken vooraf en geen, ja, mm. geen Facebook of wat, we hier al twee stusjes of er werd niks geteased. Mm -hmm. Nee, nee. Ze teasen het publiek. Met Get Back in de zomer. Was zo staan op hun volgende plaat. Want die hadden ze al in, in januari afgemaakt. Let it be. Dat was aan de laatste plaat. Mm -hmm. Maar in de zomer hebben ze. Uh, dan je Road gemaakt, en iedereen, echt, dan hoorde gewoon niks meer behalve die ene plaat, dat is toch ongelooflijk. Mm. Uh, dat is oh, wel cool, ja. Het is wel tof dat je inderdaad zo, en, en ik, ik heb dat zelfs al, hè, wij hebben dat zelfs al. Ik ja, bedoel, dat je doet het al, doe al in de, de jaren negentig en 20, nou, de jaren En de jaren tachtig ook, ja. hè, ah, die, ja, dingen dat je, dat je toen gezien hebt, of dat ja. je, dat, waar dat je bij wordt. Ja. Dat je geweten hebt van, oh, dat kwam uit en dat was de ja. sensatie en dat is wel cool. Want ik herinner ik, ik mij nog bij mij, ook zo van die, van die uh, op de noek van de Fruit of Laan, waar ik, ik woonde, had er zo een, een platenwinkeltje en je heet dat de Music Box. En dat was later, werd dat een videowinkel en dan heet je dan een naam veranderd naar videobox want voilà. We er wel eens over nagedacht. Nu ja. ligt dat dan was... niks meer, dus die Empty Box. Ja, het dat is een dat is, dat is, dat is load of nothing ja <laughs> <laughs> nachtwinkel ja, ja ja nachtwinkel de <laughs> <the> empty box <laughs> the empty maar box. Uh, maar toen dat zo hè, dan hingen er zo platen in de en ik herinner me ook, ook nog echt zo levendig zo dingen gelijk breakfast in America hè, ah, die, ja. die, 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 die plaat van Supertramp ja. hè, of of die die hoezen die je zo bad out of hell ja. En zo van die dingen die je zo echt bijblij, bijblijven, dat je die er ziet hangen. Want inderdaad, er waren geen 85.000 dingen dat er nee. die week het kwamen. Dus uiteindelijk hadden dat wel. Zo van die, van die... Ik denk dat je dat nu hebt met de festivals. Alleen ik wil zeggen, als je nu jong mm -hmm. zou zijn en je, en je denkt van: ik ben echt, echt hip en jong. Ja, dan vinden de Pukkelpop denk ik wel het ultieme wat er is, wat daar allemaal staat. Mm -hmm. En dat ziet er ook. Qua grafiek en zo, echt geweldig cool het. Toch? Mm -hmm. uh, die, die affiches zijn tof. Uh, die, die websites zijn tof. Ik vond het heel tof dat ze nu ook eindelijk iets naast de, allee, de eindeloze behang van namen. gewoon terug posters ophangen met ene kop erop. Met alleen postmeloon erop. Ja. En die is spel in hassel. Ja, dat vind ik cool Met ja. je dadelijk ik, ik weet toch niet, pukkelpop, je kunt dat toch niet lezen? Dat is net hetzelfde als deze rug en allemaal in één keer lezen. Je ja. kunt dat toch niet lezen? Je, <laughs> niet le je, <laughs> niet le je <laughs> ziet toch niks? Nee. Maar als je zegt, Post in Kiwit... Ja, dat, dat zegt echt iets, hè? Ja. Waarom is dat ook in Kiwit en in Boom? Ja, dat is toch eigenaardig, hè? Nou, die hebben gewoon een groot veld waar dat ze mensen binnen ah, kunnen, kunnen duwen, hè? Ja. Dat zal het waarschijnlijk ja, maar zijn. Maar Coachella klinkt toch ruiger dan Boom? Ja. Hoewel, boom. boom klinkt redelijk ja. cool in het Engels. Dat Zoals. klinkt beter in het Engels dan in het Nederlands. Eigenlijk wel, ja. En Woodstock was ook niet in Woodstock, maar in Battle of zo, ook een boerengat. Daar heb ik ooit de beste anekdote ooit over gehoord, dat was ik was gaan kijken naar John Foggerty. ja. En die speelt uiteraard de ene CCR-hit na de andere. En ineens begint hij te vertellen op het podium. zei hij, yeah, we played at Woodstock. En allemaal mensen, oeh. En hij ja, yeah, that's what everybody thinks this evening was. Dan zegt hij, ja, wij moesten eigenlijk spelen om zeven uh, uur s'avonds. Dat ja. is uiteindelijk drie uur s'nachts geworden, ja. wegens de fantastische organisatie van ja, dat absoluut. festival. beste van allemaal was, we went on stage in the middle of the night. All I could see was blackness. Wij zagen geen volk, er was geen licht. Hè? Zo <laughs> af, links en rechts een kampvuur. Most people were asleep, zegt hij. En dan begint hij... I was playing and we were, were doing our stuff and we stopped and we heard I heard one guy yell, <laughs> "Go on, John, we're with you." <laughs> and, you say, and I played the entire show for that, that guy. For that guy. <laughs> <laughs> yeah, absolutely. And that is so cool on on the memories van Woodstock. As you that see, the legendarische optreden van Jimi Hendrix ja, dus daar. ochtends. Ja, maar dan moet je zien hoe hij ja. er staat. Als je dan naar volk gaat, dan denkt hij. Dat is een legendarisch optreden geweest voor de drie mensen die wakker waren ja. op dat moment. Die nog wisten dat ze er waren. Ja, ja, de nelf toek die zo terugkomen. If you remember the 60s, you weren't there, you man. You weren't there. Ja, ja. Exactly. <laughs> Beste uitspraak ja, ja. ooit over de jaren Kun je Kunnen er nog 60. van genieten van een festival? Uh, als, ik op, mag, als ik op het podium mag staan. Ja. Ja, okay. mm -hmm. de, ik heb daar ook te veel. Ah, hey, dat, dat is niet blasé, maar je hebt toch echt in het publiek aan staan. Man man. Dat is ook een beetje vermoeiend uh, met mijn gezicht. <laughs> mm -hmm. Ik had dat zelfs vorig jaar naar context geweest van Charlotte de Witte hier in het Sportpaleis. Dus techno, omdat ik dat wou zien voor playlist mm -hmm. Oei, 2018. Ja, ik dacht ik wil toch wel eens weten dat dat, hoe heftig dat dat is. Dat is behoorlijk heftig. En ik vind dat heel goed. Maar ook daar worden dus ja werd ik constant herkend. Ja, dat is dan wel ver, vervelend. Allee, dat is niet vervelend, maar hmm. je kunt niet even zo... Je kunt, allee, ik kon niet langer dan 1, 2, 3... Ja, 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 ja. Ja, 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 dat is... Ja, ja dan... Uh, ja. Maar, maar ik heb ja, veel festivals gezien. Uh, maar ik vind het plezant. Wat ik nu wel tof vind, is dat alles zo geweldig goed georganiseerd is. Hè? Allee, we hebben ook met Arbeid Taal twee jaar geleden, en dan ook met... Dan solo vorig jaar. Ja, dat is, meer, dat is zo onvoorspelbaar goed geregeld. Je komt toe en dan achter de scène. Heb je, dit is de plek waar je heel je uh, junk dumpt. Dat wordt opgesteld achter de scène, dat is ingeplukt, dat werkt. Pak, pak, pak. De gordijn gaat open, en je staat er voor 10.000 dus man en dat werkt allemaal. Dat vroeger werkte daar niks. <laughs> je kreeg een elektrische schok. Of je kwam het podium op en er stond dan hier. Wat dan, als je een micro neerzet, was dan een tent en daar was een paal. Ja, je stond achter de ja. paal. We zeiden de hele tijd zo, ja, ik sta hier. Hè. Ja. <laughs> ja, nu is dat allemaal monitors. Dat is echt helemaal geweldig. Dat is echt, het moet echt al uitzonderlijk zijn dat er een people achter de minktafel zit die er niks van kan. Dat was vroeger al, ja. Ook, heeft ook zijn charme natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Zijn we ooit door het podium gezakt? Oh, zeker wel. Uh, maar dat is ook allemaal niet meer. We ja. hebben nog eens één keer gespeeld, twee, drie jaar geleden, dat was in Dendermonde, in een randgemeente, maar ik vond dat heel tof. Dat heette trouwens Woodstock uit Dendermonde, <laughs> of zoiets. <laughs> dat was echt nog op een camion, oh, de, in de oplegger van een camion. De PA ja. stond zo op de wei, maar zo niet aankomen want dan valt hem om mm -hmm. en uh, dat was aan warm eten en zei ja moeten mee... achter de dingen stond een caravan veel te klein met schimmel op de deur echt zoals het moest zijn en dan ja warm eten Little Woodstock inderdaad ja <laughs> man ik heb dat alweer al teruggevonden uh. um, en dan was er eten en we zeggen: Ja, wij waren eten Ja, kom maar mee. En op het veld stond een frituur. En daarnaast stond er, was er een spaghettikraam met bolognese. En je kon ook combineren. Dus je kon frituur met bolognese. Dat is ka -goed. Ka -goed. Ka -goed, Super, Volgens mij is dat ook, ik weet niet hoe lekker. Ja, ik, eh, ik zet ben... ervoor. Ja, ik vind dat alle. al direct goed. Ja. Ik was al blij geweest, uh, Marcel. Je zit op zijn grote diva gebeuren, man, ja, ja, dat is te moeilijk. Je moet blazen met frieten, met bolognese ja. wat is dat nou <laughs> weer? ik vond dat ook heel, heel plezant, ja. ja. Maar het is ook te serieus, hè. Zo, we hebben Pukkepop ook gespeeld, wanneer was dat? over Twee jaar? Dat is backstage ook heel... Dat was met Abed Adelt? Ja. ja. Uh, maar ja, dat is heel dat is ernstig, hè. Het was mm -hmm. allemaal netjes gepubbeld, 15 mm -hmm. bandjes en dit en dat. Maar ja, als, met een artiestenbandje kun je wel overal komen. Dat vind ik wel aangenaam. Ja. Mm. Um... Als, je naar, uh, als je eigenlijk terugkijkt op Arbeid adult, want Ik weet ook niet of ik daarna vorige keer gevraagd heb. dat jij hier wat want Ik denk het niet. Maar hoe succesvol was dat? Al bij al. We daar, was het was op een bepaald moment enorm groot? Was dat, want dat lijkt mij iets. Toen ik jong was, wist, wist ik daarvan en kende ik dat? Nee, nee maar ik bedoel, hè, dat is niet zo van. Dat stelt niks. Voor. Maar je weet wat ik wil zeggen. Dat was. Maar hoe groot waren jullie eigenlijk echt? Want je hebt vaak bands als je jong wordt, omdat jij die goed vond of kende toevallig, dat je denkt dat die wereldberoemd waren. En dat blijkt dan achteraf dat ze zeggen, oh, maar dat was vooral iets nogal alternatief of iets minder bekend. Of ik denk dat wij ook wel onder de noemer uh, alternatief vielen, maar. Wij zaten wel in zo'n poelen van een groep, uh, of tien, denk ik, Belgische groepen, die vooral in Vlaanderen en ook in Nederland heel veel optraden. Dus ik denk dat wij, wacht even, gezet, 82, 83, 84 en in 85 zijn we dan gestopt, denk ik, samen met al de rest. Ik denk op die tijd hebben wij toch 300, 400 optredens gedaan. Dat was echt weekends, twee keren, was echt geen uitzondering. Hmm. En dat was ook heel veel in Nederland twee jaar lang. Ja, dat hebben we nu niet meer. Hè? Maar mm -hmm. echt elk alle boerengat, alleen van Stadskanaal naar Groningen, ik kan het opnoemen, Deventer. We hebben al die, al die dingetjes. Ja, uh, ik denk dat wij vier of vijf keer in de Melkweg gespeeld hebben in Amsterdam. Mm -hmm. En ja, hoeveel mensen kwamen dan daarop af? Een man of 400, 500. Meer was dat ook niet hoor. Alleen ja, wij waren niet. Uh, uh, Doe maar. Uh, uh, ja, <laughs> nee, nee, nee. Maar, nou, dat was ook niemand. Dat was nee. ook niemand. Nee. Um, en hoe is het met John Terra eigenlijk? Uh... John Terra, goed, die leeft nog hè? Ja, maar dat was toch, dat was toch zoiets met was dat niet met dat nummer of zoiets? Had, had jullie nog geen rel mee John Terra? Ja, dat was, de Youpi had dat verzonnen. We hadden nog dat liedje, had dezelfde titel als een nummer van, van uh, John Terra, maar dat was gewoon een ander nummer. Um, omdat ik dat wel leuk vond, ja, we nog, we hadden, ik had dat liedje, en dat ze van, ja, welke titel, dat heette eerst De dokter die mij pillen voorschreef, dat was veel te lang. Oké, okay, dan wordt het de dag dat het zonlicht niet meer scheeft, dat is iets korter of wat. Ja, ja. <laughs> maar dat bekt dan even goed. Mm -hmm. uh, maar dat hebben we eigenlijk pas met John Terra echt 15 jaar later uh, bijgelegd. Of zo. En ik heb het nu ook al een keer of twee, drie met John Terra samen gedaan. Allee, in de zin van, oh, in Turnhout was dat op een paar jaar geleden, dat... Met een orkest dan, hè, dus um, ik begon aan bom, 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 de dag, de dag, de dag. En dan midden in het nummer zo: bang, bang, komt John Terra af. En die, dan stond ik meestal op de pratikabel. je duwt mij gewoon van het podium af. Mm -hmm. Twee, twee, vier, de dag, dat het zonlicht niet meer scheen. Mm -hmm. Vond ik dat het wel dat moet kunnen, hè. <laughs> dus dat is bijgelegd. <laughs> Bij deze bijgelegd: hij doet mij met een pratikabel van het podium ja. af, dat is bijgelegd. Ja, dat snap ik. Paul Sever zit ook in de playlist 2019 is gestorven. Omdat, ja, dat kun je laten liggen. Dat liedje heet Ik ben verliefd op jou. Maar dat begint... Ik ben... En dan... Stop de sample en dan vul maar aan hè. Ja. Ik had ook op. Ik ben nog nooit door Alex echt in mijn gat ja. geduwd. Maar ja, nu is te laat, Marcel. En dan niet. Da Ik ben helaas niet geïnteresseerd, Paul. Ja. Ik ben morsdood, Ik ben van Huizingen, ja, Ik ben toch van de verkeerde kant. Ja, wie zijn, zijn degenen die uh, die hartslag krijgen dit jaar? Want de goede dingen heb al gezegd, maar no hartslag. Uh... Ja, ik, zo Tamino en zo, ik begrijp dat niet. Dat is zo, omdat dat mij volstrekt koud laat. Alsof, ik, ben er, ik heb daar zelfs geen afkeer van. Dan denk ik, maar dat kan nu toch de bedoeling van muziek niet zijn. Mm. Um, je moet dat toch... Bij het MC heb ik echt heb ik een, een soort van fysieke uh, ja, onwelheid gaat er in mij op. <laughs> Waarom, dat weet ik niet. Want die mensen kan er niet aan doen. Maar ik vind het, ik vind het te, te, te pastoorachtig, denk ik. Oké. Okay. Um, maar bij Tamino voel ik helemaal niks. Ja, wat is... bedoelde met de pastoorachtig? Ja, dat, is, dat mensen zijn ook veel te serieus. Bruce Springsteen is serieus, ik kan <laughs> daar niet tegen. En dat is echt heel serieus. Bruce Springsteen heeft ook een, uh, een Broadway-show. Ik heb je dat gezien, want dat is ja. zo het, uh, het nieuwe ding dat de rockers nou beginnen te ja. doen. Hè? Uh, Nick Cave komt ook praten met de fans en doet een soort QA gemixt ja. met wat verhalen en dat soort dingen. Um, ik ga een TNA doen. Ja, ja een TNA. Ik ga een tits en ass doen. Uh, I'm getting old enough to have an ass and tits. So I'm Come doing good. So, uh, we call it man boobs and uh, <laughs> hamburger buns. Of zo. Ik weet het niet. Goede titel. Het, het, het enige dat ik daarmee had. Of ik vind dat cool dat die dat doen. En zo, hè, want dat is allemaal natuurlijk. Ze moeten hun eigen meid bezighouden. En het kan niet altijd toeren met een band zijn op leeftijd. Maar. Wat ik, wel, wat ik dan de, de vliegende scheiterij van krijg, is dat die eigenlijk op een podium staan. Een beetje zeggen: van, oh, When I was a young man, I had this and that and this is that song. En dan doet hij zo half iets akoestisch en dan vindt iedereen dat onwaarschijnlijk. En dan zeggen ze: Maar dat is toch ook goed dat die dat kunnen. Hè? Zo op een podium gaan staan en vertellen en zo. En dan denk ik: Ja, dat doen wij nou al jaren, mannetjes. Seriously. Ja. Het is niet op dat hij een, een goed nummer bij je gepent dat hij ook nog nuttig kan doen dat die iemand interesseert. Hè? Vooral omdat ik weet hoe moeilijk dat het andersom is. Want dat is eigenlijk altijd de grap. Dat is nou één ding waar muzikanten mee wegkomen. Dat is als ze kunnen praten, dan is, zijn mensen al onder de indruk. Ze van, oh ja, dat is just, je kan drie zinnen achter elkaar ja, ja, bij je plakken en het is niet allemaal nonsens. Kijk tof, hè Terwijl als je zo mensen hebt die daar eigenlijk beginnen als, weet ik veel, hè, want acteurs hebben dat bijvoorbeeld ook veel moeilijker. Als die zeggen, mm. we gaan eens iets doen met muziek, dan zijn er weinig... Ja, dat is nooit geloofwaardig. Die moeten hè? altijd vechten tegen dat, ja, maar jij zijn een acteur, ja. dat dat doet. Terwijl dat ik ook denk, maar ja, maar wie zegt aan een muzikant kan acteren of kan yeah. praten op een podium en dat dat dan boeiend is, of dat dat iemand in... Ja, die, die, dat gevoel voor humor, dat ik denk... die Twee halve moppen. doen ik twee halve moppen op een avond, dan zijn ze allemaal razend kwaad. Hè? Dat is het, je van zo, man, het is dan, niet meer wat het gaat, geweest Wat dat fucks is. Dat de fuck je hier te doen? Zo. dus Er zijn mm -hmm. zo van die momenten dat ik wel... Daar kan ik soms wel naar kijken en denken... Ho, ho, ho. Kalm. Zo, savat Het is leuk. Hè? Ja. Er is niks mis mee. Absoluut niet. Ze mogen het van mij allemaal doen. Maar gewoon nu niet doen alsof dat die doen wat andere mensen die dat for a living doen. Ja. Door stand te doen. Want dat is nog wel iets anders. Kleine persoonlijke frustratie, dat er even gezegd. Ja. Was... Terug naar playlist 2019. <laughs> 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 Waren we daar al geweest? Ja. <laughs> wat hebben we daar eigenlijk te zoeken? Ja, is dat dit dat je, is dat, was dat ook een nood of zo? Is dat. Is dat... Ik vind dat je daar lang mee gewacht hebt om het te doen. Oh ja, maar ja, dat is niet iets dat je zegt, want ik kan het aan een keer doen. Allee, ja, het is. Uh, um, dat, werd al, ja, dat, dat was zo'n beetje. Tja, je hebt een heel pak fantastische. Ik moet niet verwijzen eigenlijk. Mensen, stand-up comedians, gelijk ze zeggen. Dan hadden vroeger, lang geleden, toen de dieren nog spraken, Geert Hosten, die een soort van celebrity, koninklijk paleis en politiek jaaroverzicht deden. Toen kwam uh, ja, Michael van Peel, die daar ook nog eens economisch deed en heel scherp en heel heel goed. Dan heb je Sanne de Rijke die doet radiotelevisie en, radio, en film. Maar er is niemand die iets met muziek doet. Dat denk ik, ja. Mm -hmm. Raar eigenlijk, want ja, er is heel veel muziek. En je krijgt op het einde van het jaar wel zo'n beetje halfslachtige lijstjes die iedereen dan half leest. Maar er is eigenlijk geen jaaroverzicht. Uh, dus ik dacht, ja, waarom niet eigenlijk? Want er is wel veel. En het interesseert me toch sowieso. En voor mij is dat een goede. Een goede oefening om echt eens naar de ultra top te kijken en te zien wat daarin staat. Ook al interesseert het me niet. Maar ik ben wel graag, ben wel graag mee in de zin van dat ik wel graag wil horen wat, waar men, jonge mensen mee bezig zijn. Omdat genres veranderen, techniek veranderen. Uh, dus ja, waarom niet? Ik vind het wel vermoeiend, omdat, zoals al zo vaak gebleken is. Uiteindelijk valt er over muziek weinig te zeggen. Snapte? Mm -hmm. Muziek is muziek, dat leeft aan zich. Het wordt alleen maar, ja, het wordt entertainend als je echt begint te kappen of je begint verhalen er rond te breien. Mm -hmm. Dus nu is dat ook zo van, ja, 1969, dat was zo de muziek die ik vaak eens heb teruggehoord, dit jaar omdat het dan alles was 50 jaar. Ja, toen was ik 12 jaar, gekust in de rups. Toen heb ik ontdekt dat ik niet tegen draaiende molens kan. Mm -hmm. dat ik daar heel ziek van word. En dat Meisje heeft dat wel geweten, ik heb gewoon letterlijk in haar overgegeven. Ja, dat is een leuk verhaal <laughs> om te vertellen. Met wat kleur in de achtergrond houden de Venus van Shocking Blue. Want dat speelden <laughs> ze. Ja, yeah. dan, dan is het interessant, maar de muziek aan zich. Uh, en de verhalen over Woodstock zijn interessanter ah, dan. Ja, de, dan je kunt zeggen, oh, Jimi Hendrix was fantastisch. Ja, 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 maar het is wel leuk om te weten. Ja, die stond om zeven uur ochtends met zo'n gezicht. Want die zat al 48 uur te wachten, Backstage. Ah, ja, ja, ja. Had waarschijnlijk ook al te veel gedronken en gebloot, gelijk de meeste van die mensen. Uh, die herinnert zich waarschijnlijk niet meer dat hij zijn gitaar ja. in de fik heeft gestoken. Ja, ja. Dat is, dat is en inderdaad. dat gaat dan zo de, de wereldgeschiedenis in als het moment. Terwijl zowel het publiek als hij eigenlijk niet meer wist dat het nee. er was. Ja, dat <laughs> maakt het interessant, snap je? Is dat ook een manier om, om, eh, om zo. Ja, al wat je het om dat op alle manier te documenteren. Want je zei eigenlijk. Ik zou ik, ik ook een boek kunnen schrijven. Als met al de verhalen dat je hebt meegemaakt. Ja, maar het is ook. Het is plezanter om dat voor een, voor een publiek te vertellen. Nu heb ik een boek van 50 bladzijden. Ja, dat is een show van anderhalf uur. Misschien een uur en een meer. Mm. Als je echt een echt boek misschien moet dat 400 bladzijden zijn. Man, moet ik nog 17 weken achter met een computer kapen. Ik vind dat veel te vermoeiend. <laughs> <laughs> maar er zijn goede boeken. Ik kan u trouwens een boek aanraden. Dat is uh, Woodstock in België van twee Antwerpse journalisten. En dat documenteert heel 1969. Ik heb die pas ontdekt. Allee, ontdekt vorige week, toen ik mijn ding over 69 al af had. Mm -hmm. En dat is echt heel goed. Want daar staat, dat is zo... En de hitparades mm -hmm. in Vlaanderen. Ja, Hoedstuk echt heel in tof. Ja. De eerste festivals. Maar daar staan ook lezersbrieven in. Daar staan commentaren op van, van popliefhebbers die zeggen dat de BRT op geen klote trekt. Ja, echt, ja, ja, ja. echt heel tof. Je krijgt echt zo'n... Een, een, een sfeer vol beeld. En je krijgt dan tegenwoordig van de VRT: Ja, we gaan toch popprogramma's doen. En dat was dan toen nog met verschillende regionale omroepen. Uh, en dan Humo dat begint en, en Gimortier die daar als eerste dj, allee, echt, echt heel, een heel tof beeld. Ja. Geert, Geert de Vriezen en Frank van Laken, ja. mm, wel checken die een ja. boek maar als je zo'n boek ja, moet schrijven dan is, ja, zijn die gasten twee jaar mee bezig want ja, dat is massas is echt... research ja. ook net. maar heel leuk om te lezen, ik heb dat op minder dan een week, had ik dat door, had ik dat uit en dat is wel tof en het is plezanter vind ik ook, allee, ik zou liever ook meer radio maken. Ik heb dit jaar die Radio 1 retro kunnen doen, van zeven mm -hmm. tot acht s'avonds. Ja, dat vind ik geweldig. Dat is gewoon proberen uh, dingen uit een periode van ja, jaren 50 tot nu, mm -hmm. dat zo dingen bij elkaar te zoeken die dan op die een dag een relevantie hadden. Allee, die gitarist is dan jarig, weet ik wat allemaal. En dat aan elkaar breien, dat vind ik, dat is heel tof ja. Mm -hmm. Dat is, soort van, dat is gestopt hè? is dat niet? Uh... Ja, dat stopte eind juni en okay. dat uh, was ze melk Is gedaan. Uh, Wordt dat nog herhaald? Gaan dat nog terug doen of niet? Uh, dat programma is er niet meer, het oh, is okay. iets anders tussen 7 en 8. Uh, dat raad, was ook de bedoeling. Ah, ja, ja. Okay. Want ik vond dat wel, dat was, dat was toch een, een goed programma? Ja ja, absoluut, maar ja, dat, is bij de, dat is net zoals bij de tv hè. dat is een seizoen. En dat ging ook met of zonder Luc Janssen stoppen eind juni. En dan vanaf september doen ze iets anders. En nu is het Caroline de Becker. De Becker. Caroline de Bekker. Ja, die nu s'avonds een programma heeft. Want die had ochtends een programma. Ja, dat schuift, hè. Maar ik vind het niet erg hoor. Ik ben met andere dingen bezig. Maar zouden we dat graag doen? Nog zo'n programma maken? Zo'n soort. Tuurlijk, hè. Alleen, ik heb nu. Er is zoveel nieuwe muziek die ik dus niet hoor. Dat je denkt, je kunt elke dag een uur maken. Met dat soort groepen, gelijk de Fat White Family. Het. Die groepsnamen leren vind ik een keer ja, heel goed. Ja, ja. Want ik dacht eerst dat ze Amerikanen uit het zuiden... Nee, die komen uit Peckham, mm -hmm. uit Zuid-Londen. <laughs> um, They have fat white families there yeah. as well. Dat Want dat ik, luister, ik luister heel veel naar BBC Radio 6, waar dat Iggy mm -hmm. Pop trouwens ook een programma ja. heeft. Mm -hmm. Ja, dat soort uh, mengelmoes van... De, dat is alleen maar goede muziek, of enfin ja... Ik vind dat alleen maar goede muziek, maar dat zijn alle soorten genres door elkaar. En dat is wel tof, ja. Vonden we aan die nieuwe rockzender Willy een stap in de goede richting? Ja, maar ik heb nog niet geluisterd. Mm. Ik vind het wel een goed idee. Ik vind de naam ook heel goed: ja. Radio <laughs> Willy. Willy! Dat klinkt eigenlijk bijna zo'n soort uh, vrije radio van de jaren zeventig. Welkom bij Radio Willy. Was toch goed? Ja. De die Minerva, die hadden de beste aankondigingen. Ik heb een fiets in de aanbieding van het merk Raleigh. Raleigh Raleigh vond ik. even de aha, beste. Aha aha aha. Ja. Minerva. <laughs> ja. Maar ja tuurlijk ja. Uh, vind, ik, ik vind wat dat betreft radio. Ook dit hè, dit is radio wat je nu hier aan toen zei. Ja dat, dat blijft een heel mm -hmm. intiem en warm medium. Dat is gewoon zo. Ik vind dat documenteren, documenteren er heel tof aan. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld zo, dat merk ik al heel lacht hierbij zo. Hey, als mensen gelijk gaan komen, vooral gasten met een, een schatkist aan verhalen, dat voelde veel terugkomen, dan is dat vooral verteld, maar dat blijft er voor altijd zijn. Oké. Okay. Wat ah, ja. is, uh, want ja, ik, ik merk dat, dat ik daar straks een vraag aan u gesteld heb waar we nog altijd geen antwoord op hebben. gehad. Wat was degene waar je het meest zenuwachtig voor wordt dat je moest interviewen? Heb je dat gehad voor iemand? Uh, ik, denk, ik denk dat wel ja, ja. Um, ik weet wel nog de allereerste naam die ik ooit interviewde was Tom Robinson oké okay. en dat was maar ik was al direct ik dacht die wilt mij binnen doen <laughs> dat was een panod ja ik had dat nog nooit gedaan zo. Je had een Engelse artiest en dat was dan Tom Ro je moet Tom Robinson interviewen ik vond dat wel 2468, four six, um, ja, motorway ja. was dan ja, juist ja. uh, uit denk ik uh, maar ja, toen wist ik oké, okay, ja. Tom Robinson die is zo gay als de nacht. Uh -huh. En ja, ze stuurde mij naar boven. En die zat alleen op zijn bed in een hotel in Brussel. Ik dacht, wat hey, is is dat, gaat dat zo, die interviews? <laughs> denk ik, wat, gaat er nu iets gebeuren met toen, mij? Maar ik wist zeker. Moudenwij. oh auw. Maar alleen Tom, ik... ik vind dat een goede plaat. <laughs> ja. Stop daarmee. Ja, <laughs> ja. Nee, ik, ik had zo eventjes gedacht: van, oei, 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 dat was dus lang, lang voor hashtag MeToo. Dat was zo maai. Okay. Uh, maar helemaal niet. Die was echt geweldig. Uh, Dof, maar heb ik ooit... Ja, ik denk dat toch wel, hoor. Wat ik me nog wel herinner, is bijvoorbeeld de Stranglers. Dat was echt de oh. hel. De, in, hun, in hun topperiode, 78, ja, 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 ja. zo in Brussel. En daar zaten ze alle vier. Jet Black en Hugh Cornwell en een andere... Uh, John... Uh, Bunwell. Uh, ja. Ja, 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 ja. Een legendarische eikel, hè. Ja, die man, man, man. En ja, ik ja, ja, deed mijn ja, ja. best. En die Ratus Norvegicus, ja. die plaat was juist uit... Ja, die, die Jean-Jacques Burnell. Jean-Jacques Burnell. Ja. En die maakte mij gewoon belachelijk ja, ja, ja. waar ik bij zat. Ik durf dus niks meer vragen. En dat was ja. echt. Man, man, man. Dat ja. was echt de hel. En dat was echt. Ja, ook een half uur. En die, die hadden er gewoon van. We gaan al die journalistjes hier eens goed in hun onderbroek zetten. En ik zat. En ik vroeg dan wat vrouwen. What kind of question is that? En ja. dat was zo van. Dat zit er dan, hè? kunnen je niks meer doen. Ja. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld aan nu dat je dat zegt, wat ik wel nerveus voor was, dat was de eerste keer dat ik John Lyden interviewde. <laughs> ja, was toch. Uh, toen was sekspistes waar al gedaan, dus dat was dan pil. Maar die was echt geweldig. Ja, dat is een, een interessante mens, dat is een intelligente mm -hmm. mens, moeilijke mens. Die moet ook niet tegen zijn karrij, want dan tuft hem u ook vol. Maar die was heel goed. Die vond dan mijn vragen goed of zo en. Dat klikte wel en dat was wel. Dit is ook nog een hele grote mens, mm -hmm. he, dat wist ik dus niet. Mm -hmm. Dus ik dacht: Johnny, Johnny, Johnny Rotten, dat is zo'n een Nee, 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 die kwam binnen. Fuck man, zo'n grote Johnny. Mm -hmm. <laughs> en, en, dat in, en dat gesprek was dan toch heel goed. Toen ja. was ik wel zenuwachtig. Maar voor de rest, toen bij MTV, ja, wij deden twee, drie interviews per dag. Op den duur was dat, mag dat echt een leeg uit weet, dat er binnenkwam Phil Collins of zijn zuster. Pff, mm. Next, zo hè. We ja. had een nieuw album, en nou is een nieuw album. en oh, We saw things is producing. Ja, je ja, recorded in the Bahamas, bla 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 bla. Next clip, next. Ja. Dat is ja. wel zot, hè. Dat je daar dat je dat ook gewoon wordt natuurlijk. om de Wat ik nog leuk vond, was zo. Je had zo Ray Cooks, die net zo een programma. In een tijd, en dat was dan zo, dat hem zo'n soort rat had. Ja. Dat hem dan liet draaien. En dan moesten zo alle celebrities dat daar zaten, zo antwoorden geven op eh, van die onnozele vragen dat erop stonden. En ik herinner me vooral nog zo'n INF-levering van Kylie Minogue. Die, voor mij was ik dan voor heel mijn leven fan van Kylie Minogue na dat interview. Omdat hij zo onwaarschijnlijk. Um, echt was. Ja, ja, die was ook. Die, was geweldig, die zat er, die zat er in, en zo. What's the craziest place you've had sex? En zij zo. In my bed, I'm really boring. Zo, maar alles alles, alles dat hij je vroeg. Die, die had nooit iets. Maar op den duur hadden dankjewel, die alle dankjewel. twee de slappe lach. Omdat hij ja. de meest oncoole verhalen ja. ooit had. Die had nooit iets gedaan. Zo, ja, drugs. Ja. Ja, ik doe dat eigenlijk niet. Maar zo alles was zo. Zo I ja, know! De... Zo, allee, Pak na één oh, vraag dat yeah. je toch iets al gedaan hebt. En elke keer kwam dat op een vraag, en dan was die een antwoord. Nee, dat heb ik eigenlijk oh, ook, nee. ook nooit niet gedaan. Zo, er waren geen rage verhalen bij jou. Jean-Jacques Burnell trouwens, by the way, ook een interessant uh, figuur. Hè? Dat is een bassist ook, hè? En yeah. uh, zingt ook in, in The Stranglers. Maar dat is ook vooral uh, een hele, heel. Um goeie karatevechter. Is dat zo? Dat is een branch chief van een heel organisatie die in wedstrijden gevochten heeft. Ik denk aan een zevende Danny of zo. Alleen en ik weet dat je al karate deed in die tijd. En toen deed niet iedereen dat. Nee. Dus je stond ook al bekend voor. Je uh, lapte er nogal een paar bij in. Uh, dat was een gast die zo. Fuck. Iedereen had er een beetje schrik van. En ik heb er ooit zo'n vreselijk interview mee gezien op. Uh, op ik denk dat was met de Stranglers ook. Ik denk dat dat waarschijnlijk rond een tijd is ja. dat jij zit het ja. Oh, dat is dus een, ja, dat is dus dat is een zesde of een zevende dan. Hè. Maar die doet dat dus al heel zijn leven. Dat was al van in een tijd met de Stranglers dat je daar al mee bezig was. <laughs> en dan wordt hij zo geïnterviewd en dan zegt hij van... Uh, wat zegt hij dan weer? Van, dit is van een bepaald moment... Dat, zo, dat is zo'n typische BBC-interviewer ook, die zo... Uh, do you, don't you think that, uh, that, that, that the things that you're doing are maybe slightly boring as well? and dan boring for you... <laughs> Zo, maar zo, Ja, yeah, are... yeah, boring for you, maybe. <laughs> zo, maar gevoelde nu ook al zo, O'Neill, die sfeer van, en nog één <laughs> keer, en het zit er bovenaan bovenhand soepen. Dat zijn zo fantastische interviews, van die walgelijke, hè, de, de early punk. Hè. Je had ook zo dat heel bekend uh, interview op uh, BBC, met de, wat dat dan in de, in de krant dat The Filth and The Fury, yeah, 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 yeah. stond, eh, met de sekspistols. Yeah. Is u al rotter? Yeah. Wat well, hey, so <laughs> so, What was that? A dirty word. En dan zo, what word was it? Fuck off! So yeah. dat. Ja, in, 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 B, in de BBC, in de jaren zeventig, yeah. was oh my god, wat heeft hij daar gezegd op nationale tv? Dat is wel cool, dat uh, en dat je die nu ziet, denk je, wat een bende arrogante vervelende snotneuzen <laughs> yeah. waren dat. Maar toen dat ik zo ja, 15 16 zestien Dan dacht ik oh my god om zo even dus... terug te komen zouden bijvoorbeeld stel hey, Tamino of zo hey, je hoort je bezig zegt een fan ik zit in een interview mee en die rochelt los in uh, een interviewer zijn gezichten met die een verkeerde vraag zou stellen zou dat u zou u dat beeld doen, doen aanpassen dan of zouden nog altijd <laughs> Zou die niet nu acting <laughs> stijgen? Zal ik dat niet in mijn gezicht is <laughs> ja wel ja ja, natuurlijk, ja. Maar ik heb ook wat interviews gezien, maar ik denk, die mensen is barely alive. Heb ik de indruk. Maar ja, dat is, dat is zijn ding, hè? Ja, van ja, ik, ik, daar, zit een, daar zit nergens. Ik, zie ook, ik voel zijn motivatie ook niet. Uh... Ja, ik vind, geweldig, ik vind het geweldig dat iedereen mijn muziek zo mooi vindt. Ja. Maar waarover gaat die muziek? Ja, dat is heel persoonlijk. Ja. Ja, mm -hmm. <laughs> ja maar ja, die, die hoeft niet interessant te zijn, maar mij interesseert hem niet. Maar ja, ik ben ook maar niemand. Als ik wil zeggen. Um... Dat is van geen belang. Want dat is natuurlijk het, ge, het, het gevaar dat je ge loopt, zal ik maar zeggen. Als we dan zo even gewoon advocaat van de duivelen, is dat jij zelf een muzikantse jij gaat een show maken over ja. muziek, jij kakt een aantal bands af, en die kunnen maar dat is natuurlijk goed bedoeld, dat dus om hen te stimuleren om beter te worden. <laughs> <laughs> ik wil een en, en die positief. kunnen dan natuurlijk terugkomen en zeggen: Ja, jouw laatste plaat heeft het ook goed gedaan, Marcel. Ja, maar dat mag en ook. Allee, ja. dat is, dat is, ik heb mm -hmm. daar ook absoluut geen probleem mee. Ik vind iedereen moet maken wat hem wilt. Ik wou dat net iets zeggen, maar nu ben ik het vergeten. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat er koffie op is. Ja, dat schuld, is een, schuld van tamine. Is dat dat nee, jij nee. wat meer koffie moet ja, hebben? Ja, was dat de, de vraag? Uh, maar. Uh, mm. Zo zie je het maar weer. Maar het is wel zo, inderdaad, dat. dat, dat, dat ik heb dat wel nodig. Dat mensen moeten meer zijn dan hun muziek alleen. Neem nu Elton John. Mm -hmm. Dan kunnen nu alles van zeggen wat dat je wilt. Hey, dat is een, een top queer uh, musical. Ma manieristische enkel eigenlijk. Mm -hmm. Maar net omdat die gast zo door het lint gegaan is in allerlei richtingen, krijgt die muziek ook veel meer. I'm Still Standing betekende wel was. Natte. Die gas was volledig onderdoor <laughs> gegaan. Al dat hij nog stond. Ja, natuurlijk. Ja. En dan uh, komt hij ja. terug. En na die eerste plaat kan hij voor mij part de rest van zijn dagen nog nooit iets misdoen. Daniel en dat soort nummers, dat is, ja. dat is zo goed. Goodbye Yellow Brick Road. Ja, fantastisch ja maar nadien nou, heeft hij ook heel veel, het zijn ja. tragere nummers, Candle in de Wind en zo, dat is, oh, dan mag je hem dus serieus ja. nog in de wind houden, allee, dat, <laughs> daar heb ik weinig boodschap aan, <laughs> maar die heeft al zo'n zo backcatalog die zo goed is, plus dat hij dan... Dat is eigenlijk dan, een allee... nummer nummer, want dat stond ja, ja. eigenlijk op, uh, dat stond op Goodbye Yellow Brick Road en dat gaat eigenlijk over um, Marilyn Monroe, Monroe ja. maar dan heeft hij hem daarna toen met de dood van Princess Diana heeft hem net zo'n beetje herschreven, of Bernie Top, want die yeah. werkte daarmee samen, dat was de, de lyric writer en hij schreef al de songs. Wat dat ook heel cool is om, trouwens, om Elton John. Dat is echt, dat je, dat je echt liedjes uit zijn gat toveren. Ja. Maar die je net dus. Er zijn, er zijn filmpjes van op dat YouTube. We moeten het checken, er zijn beelden van. Van het gat van Elton John. Waar, waar die letterlijk zegt. Wordt nu opgezocht. En daar, zat, en daar zat veel volk in dat gat, hoor. Maar, uh, maar dus die zei, dat is wel heel cool, die zei. Geeft mij een onderwerp. Eh? En dat was op zo een of andere talkshow. En ze zei dan, ik weet het niet. Zo. Uh, I don't know, hey, zo, uh, washing machines of zo. En dan begint hij zo en je mokt een lieke over een wasmachine. Maar je zit er zo echt naar te kijken en je denkt, ja, en dan zegt hij ook zo. And I can do a million more of those. Oh, hey, zo, yeah. Want dat is ook zo'n arrogante zak, hè? Hey. <laughs> <Ja, en> het gaat <laughs> van, het Elton, gat van John. Elton John. dames en heren. We hebben het gezien, brief. dat is zover. Uh, ja, 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 ook dat hebben we mogen meemaken. Ja. Precies zoals ik het mij had voorgesteld. <laughs> ja. Wal geluk! <laughs> Elton John ja. was ook uh, op uh, Graham Norton en dat is de eerste vraag die hij kreeg. Zo van, er zijn van: Elton, you look great. En je zo: Fuck off. Ja. Dat was het dat was, dat was eerste, antwoord dat, eerste antwoord dat hij geeft. En ja. daarna zegt hij zo: Ja, uh, zo een, een nieuwe plaat ook. Eh. Zo met allemaal eh, met ni nieuwe nummers en zo. En je zo: Ja, tuurlijk, met nieuwe nummers. <laughs> Je zegt, what do you want to do? Do you want me to go play? He? En die zo, yeah, like the classic songbook zo, so, You've got Rod Stewart for that. <laughs> zo, dan zegt hij ook, what the fuck <laughs> moet ik mijn eigen door mee bezighouden? Getty en vozen. Maar ook zo, die, die zat vijf minuten op Graham Norton en je had al zeven andere artiesten afgezeken. Het is <laughs> zo. echt zo'n gemene oude nicht, maar dat was echt ja, heel grappig. Ja, maar hij is oké gewoon. Ja, natuurlijk dat. Ja. Ik ben ook een grote fan van Die is de muziek, by the way. Ik hoor yeah. veel van Die is een oude stuff, hoor ik echt graag. Yeah. Dus en er dat... is dan ook nog iemand, al ik wil ja. zeggen. Ik weet niet, ik heb ook allerlei verslavingen gehad, maar ook zo, te veel bloemen kopen. ja, van, ja wie je doet dat nu? Ik ben al geruïneerd geraakt dat hij <tie> elke dag voor 10.000 euro bloemen koopt. Hij wist dat niet, maar hij vond dat dat moest. Hij zei van, maar hoe zot ben jij, man? Dat is toch geweldig? Ja, dat is toch, is toch, wat, ja geld tijd was er nooit te kort. Hij he? is, hem, is hem verslaafd geweest aan gummiberen. Oh, dat, dat ging zo niet. Wel. Zo dat soort verslavingen. Ja, die rolden zijn eigen elke morgen in bloem. Je ja. vond dat dat nodig was. En dan, de daar de jong ja. en dan daaruit geraken <laughs> en, en dan allee, een AIDS-foundation oprichten, trouwen, twee kinderen hebben. Ja, dat is toch een interessant verhaal, man. Ja, 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 ja. ja. Hoeveel, Spend? Wacht, ja. je moet iets lager gaan, want ja. uh, het zat er niet op. Uh, 293.000 pond aan bloemen op 20 maanden wel. <laughs> 293.000 dus, pond. Ja, ja 15.000 per maand. Dat is een hele villa. Alleen een appartement in Antwerpen. Hij ja, heeft 40 miljoen pond erdoor gesleurd op 20 maanden tijd. 40 <laughs> miljoen pond? Ja. Jezus, fuck man. Ja. Ja. Maar ja, dat, hoeveel heeft het dat was vanaf plaat nummer 1 vol, volop in de roos hè? Ja, ja, ja. Miljoenen kwamen binnen. Dus ja. ja. Nou ja, als je er al 293.000 bloemen geeft. Ja. Dan heeft er wel wat te verliezen. Dan, dan willen we er niet meer naar de winkel. Want je moet dan een... ook nog vazen kopen, ook, hè? Ja, ja. Gaan We gaan die zitten. <laughs> we gaan dat allemaal zetten. zitten. Allemaal in emmers. Ja. Goede koop. He? Daar was hem dan wel gierig op de Nelton. Ja. Dat was dan uh, raar. Bloemen mochten er zijn zoveel dat ze waren, maar vazen daar gaf hem geen frang aan het. Ja, en ook zo dat jarenlang getrouwd zijn en dat en dan zo gay. Ja. Ook hey, ook ineens dat allemaal. Prachtig. Film. Ja man. Heb jij die Rocketman film gezien? Ik heb die vorige week gezien. Is en? dat goed? Uh, wel, achteraf bekeken wel, want ze hebben op een bepaald moment wel de neiging om beginnen te, te zingen. En dan krijg ik het meestal in zo'n film. Mm. Maar ze stoppen daarmee. Ah, okay. halver, halverwege stoppen ze daarmee en dat vind ik heel goed. Ah, Oké. Okay. Echt, maar ik dacht, wat, dat vorige zondag trouwens, was op televisie. en Ik zei, oh, Rocketman, ik zet dat gewoon op. En dat is toch niet bezig. En die, uh, Elton als kind, ook ja, geweldig, ja. begint al te zingen. Ik zei, godverdoe, maar dat is hier een musical. Ja. Maar het is heel tof. Ja. En daar merkte ook, het is... Het is uh, die gast die daar speelt is echt fantastisch. Joe Ledger, want want Ja, Zoiets is het. Ja. Want ik vond ja. met, met, de, met de Bohemian Rhapsody-film vond ik iedereen goed behalve Freddie Mercury. Ik vond het er een beetje over. Zijn, zijn, ja. zijn, zijn Freddie Mercury had een raar gezicht, maar mijn niet vrouw, zo raar. Mijn vrouw had hetzelfde. Maar de anderen vond ik eigenlijk bijna ja. nou echter dan de echte. Ja. Want deze die nu. Vooral ben... die en Brian May man, dat, ja. dat die van Dana the God. Dat was waanzin. Ja. Wat ja. de deze doet dat echt fantastisch. Je kijkt echt, na tien minuten, dat je gewoon vergeten dat dat een acteur is. En kijkt er gewoon naar het verhaal van Elton John. En je denkt, oh nee, man, dat hij dat allemaal heeft meegemaakt. Ah ja, dat is niet Elton John. Ja, dat ja. is een acteur. Echt ja. heel goed. Um, dat weet je nu, die heeft zo'n naam met Dwight. Uh, die, Reginald Dwight. Uh, ja. Re Reginald yeah. Dwight, dat is het. Hè? Yeah. Ja, Dwight, red, Dwight. met, met Reginald Dwight was hem nooit, nooit een wereldster geworden. Ja, dat zit er ook in, ik weet niet of dat, dat het waar, is. waar is. Maar gaat er ook zo'n gast, wat is dat, Tommy Dorsey? En dat was eigenlijk Engelbert Humperdinck. Die heette eigenlijk... Die, heette echt. die, die is een gewone naam, ze, want die, die heette uiteraard niet Engelbert Humperdinck. Ah, nee, 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 nee. Hij uh, ja. nee. dat was uh, dat ah, Ik dacht dat Tommy Dorsey Engelbert Humperdinck echt heette, en dat Engelbert Humperdinck zijn naam dan veranderd heeft in Engelbert Humperdinck. Ah, nee, hè? Ja, dat is helemaal fantastisch geweest. Hoe heet hij nu in Ticht? Was dat Arnold, was? Dorsey. Ah, Arnold Dorsey. Arnold yeah. Dorsey, dat was het. Arnold Dorsey. Ik wist dat Dorsey was. Tommy Dorsey was de Hoeknen. Dat is, de hoekie. Dat is een nog kerstleider. Ja, vooral voilà. in ja, de 50s. Ja, het is quiz time. Het uh, is quiz time. <laughs> Come on. Ja, 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 ja. <laughs> vooral Engelbert Humper, denk ik. Daar uh, ding dingen zo'n super stuk over. He. Die uh, comedian um, Eddie Izzard. Yeah. Dat hem zegt: van, Oh, dat had ik graag gezien. Die, die meeting, dat ze die een naam beslissen. <laughs> zo hey. so, Dinglebird die zo en dan begint hem back. zo allemaal namen en zo zegt hey. so, hem so, hey. no, dingle yeah, Engelbert Dinglebird, Nou Dinglewack Wackula, ja Engelbert Humperdinck, no, uh, Go Back One, so, ja. so, Engelber Engelbert Engelbert Humperdinck. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou Engelbert Humperdinck is geloof ik ook niet een, dat is, dat niet een, een klassieke componist, ja, dat je die neemt toch, toch een opera? Uh, volgens mij is dat ook een karakter uit, uh, uit boeken van Charles Dickens. Ken je dat niet? Oh, dat weet ik niet. Engelbert Humper, denk ik. Ja, we we willen het weten aan Andries. Ja. Maar dus, hmm. Reginald Dwight heeft zijn naam veranderd, want dat vond hem geen goede naam. Eerst in Elton. Mm -hmm. Dan ging hem naar de manager, die zei: ja, maar Elton, dat is niet genoeg. En dan zie je in de film: ik vind al wat, je, uh -huh. hij kijkt naar de muur en er hangt de foto van de Beatles. En dan ziet hij. John Lennon. John Lennon. En ziet hem John. Ja. Elton John is geboren. Ik vind dat ja, man, ja. Vindt, vindt dat zo moet kunnen in een film. Maar ja. je ziet wel veel kennis eigenlijk. He was a German composer. Mm -hmm. Died almost 100 years ago. De echte naam weten we al. En dan zeggen ze op. Uh, dan is heel raar. Dat is info over Engelbert Humperdinck. En dat gaat over iemand die zegt. En er is ooit ook een gerucht geweest dat hem inderdaad ook een Charles dickens karakter was. Yeah. Ah, ja, ja. Okay. You know, like Uriah Heep. Of uh, mm -hmm. Mr. Murdstone. Of Wackford Squeers. Ja. Yeah. Okay. What is, uh, B? What? 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 They're They're Do they don't know bad. <laughs> there was some versammeling homos in Wackford, were yeah. uh, <laughs> <laughs> Wackford Squeers. There yeah, they are. Yeah. Disgusting, I say. Yeah. we the only 85 queers <laughs> in town. <laughs> yes. <laughs> Hello, on, we're, the, we're the only 85 gays in the, game <laughs> in the village. Nice to know. De web queers kicked over een dustbin yesterday in Stropshire. Het was horrible. <laughs> zo, dat soort vreselijk nieuws van de yeah, jaren zeventig. Heerlijk. Heerlijk. <laughs> ja, man. Ja. Waar, de, waar, waar zijn die stemmen allemaal gebleven, man? Zo van die. Ik zo. kijk nog altijd met veel plezier naar uh, hoe heet, Dad's Army. Dat oh, wordt oh, continu man. herhaald op de BBC. En oh. als ik dat zie, zeg ik: ja, ja, ja. Nog een aflevering. Ja, dat is traag en saai, maar geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Ooit gezien Dad's Army? Ja, maar niet genoeg om, uh, die hadden, die hadden, om wel ik, enthousiasme direct mee te Iets dat ik uh, nooit vergeet is dat liedje. Van de, van ah ja ja. De, Who do you, you, think you think you are kidding, kidding, Mr. Hitler? If you think we're on the run. Ja, en, dat is dus, en dat is dus geen oud liedje, hè? want dat klinkt alsof het uit de jaren ja. 30, 40 komt. Nee, nee, ze hebben dat gemaakt in de jaren 60 voor die, voor serie. die reeks. Zo ja. goed is dat. En dat klinkt echt perfect als een ja, voor je, de zo. En je denkt ook dat dat een nummer is dat ze zongen tijdens de norm. Ja. Dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Ik ja. heb ja. altijd gedacht. Ik zoek, dat, dat zoek ik allemaal op. Die... Ja, ja, Dat is dus niet. Dat hebben we echt ja. gemaakt voor de serie in 67 of 68. Oh, dit... Wat ze dus ook zouden opnieuw moeten uitzenden is On the Buses. Gaat dus al, van allemaal diezelfde schrijvers. Gaat dus 'Allo, Allo. Gaat mm -hmm. dus Dead Army En had ook 'On the Buses.' En dat was ook zoiets heel veel. En die gasten van 'Are you being served?' Dat is allemaal hetzelfde. En dan 'On the Buses', dat speelde zich af in een, uh, in een uh, bus. Echt geweldig. Oh, God in een bushalte. Ja. Ook met zo'n ene gast die gay is. En een ene gast die een womanizer is. En dan zo twee, twee halve sletten van vrouwen. één te oud en één te jong. Ja. Ja. Echt geweldig. Dat is een Britse humor op zijn beste. Ja. Echt geweldig. It's like Heidi high, high en zo. Ja ja ja. Dat ik, soort ik ben er zot van. Hello campers. Hi. Ja. Holy ho! <laughs> oh man. Er is, er is zo een reeks. Wacht, hoe heet die nu weer? Dat is zo'n soort upstairs downstairs actie. Ja. rang me your rang me dat? Dat ja Dat ja. is ook met diezelfde ja, gasten ja. van Heidi high en ik herinner me daar, één ding, je hebt zo'n uh, actrice, die heet Sue Pollard. Hè? Die is ja. een mega funny comedienne eigenlijk Ja, ja, ja heel ook. goed. Maar die had ook zo'n heel, heel grappig accent ook. En dat was zo, die speelde zo de huismeid. Hè? En op een bepaald moment, ja, Sue Pollard, dat oh, is ze. Man. Op een bepaald moment uh, is er, is er, heeft de, dus de, de, de man of the house, de lord yeah. of the manor, want toen spelen zo de servants yeah, die yeah. beneden wonen, hè? En de uh, lord of the manor heeft zo'n scheve schaats gereden met de vrouw van een buurman. En die is erachter gekomen. En die het groot op die is een auto. Fornicator. Erop gezet Fornicator in die tijd <laughs> En zij komt buiten en zij zegt zo. Fornicator. Wat the bloody hell is fornicator? He, en dan zegt hij. He, zo van, ja, dat betekent, hè, dat, betekent hè, dat dat dan ontrouw is geweest. En zei, oh. He, En dan daarna zegt hij, where was Mr. Wilkins? He was out for a catering next door. <laughs> zo, dat, maar, maar zo die manier waarop dat gezegd is. Ik heb dat nooit Eindelijk. vergeten hoe funny dat, dat was. Ik vind het altijd fantastisch dat ze woorden compleet verkeerd yeah. uitspreken. Dat blijft voor mij grappig. Kijk, mijn vrouw die uh, Yosemite Josemite noemde, dan ging ik, ja, Josemite, ik ging kapot doen. Ja. De Josemite Park. S sorry, uh, sorry, Jasmin, maar uh, dat moest de wereld even weten. <laughs> die lustert hier toch nooit, meer, ja, dus da. dan nooit niet uit, dus <laughs> die gaat dat nooit Zeker da. niet dat laatste stukje misschien de de vijf minuten. Zag je goed uit? Die lustert die luster al niet wanneer ik thuis iets zeg. Laat ja. staan dat die hier nogal lustert. Maar um, eigenlijk... Iets dat ik, ik heb een paar fragmentjes gezien van uh, 2018, de playlist. Wat oh. kunnen mensen, misschien hè, moeten we dat ding eens verkopen dat mensen er nog moeten ah. komen kijken. Maar wat kunnen ze verwachten wanneer ze komen kijken? Wat voor een setting is het? Wat voor iets is het? Um, het is echt, uh, ik praat anderhalf uur met heel veel stukjes muziek ertussen door. Uh, veel verhalen over vroeger en nu. En, en ook redelijk wat, uh, wat, wat goede one-liners, hoop ik. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hè, het grote nieuws dit jaar was. Sarah Bettes wordt ja, nu Sam, Sam Bettes. En er stond in de krant: ik, ben, ik kijk al naar uit wanneer mijn borsten zullen verwijderd worden. Waarop ik zeg: ik heb Sarah dikwijls ontmoet. Ik denk altijd: welke borsten? <laughs> Die had helemaal geen borsten. Maar Justine en Henné wil ze al nu overnemen, want alle beetjes helpen. Dat soort. <lacht> <lacht> dat soort. Oh, de, ja. Man. En, en bij Sarah, want ik vind dat eigenlijk wel tof. Maar ik lag daar niet mee, maar het is wel. Want die woonde ook hier in de buurt in Antwerpen. En ik herinner me dat echt twintig jaar geleden was zij getrouwd met een man, een Amerikaanse man. Mm -hmm. ja. Dus Sarah heeft het nu gedaan met een man, uh, heeft het toen heel lang gedaan met een vrouw. Nu is zij zelf een man die met een vrouw gaat doen. Wat is die vrouw, wat is die nu? Is die nu lesbisch, bi? Wat denk je, ze heeft zo ongeveer iedereen Die is gehad. terug normaal, Marcel. Okay. Die is terug normaal. Maar ze heeft dus iedereen, heeft iedereen in, de, in de familie eigenlijk gehad. Yeah. Dus ik denk, ja, dan kijkt ze naar de grond. Als ik de hond was, ik verhuisde. Want <laughs> <laughs> dat soort dingen kunnen er ook wel tussendoor krijgen. Dan werd het Sammy bittens Ja. we ja. hebben <laughs> <laughs> Bob, puppies Bobby, gekregen. Bobby, de hond die je er zo ziet van... I'm getting uh -oh. very uncomfortable. Ja, dat ja. ja, voilà, toch? Ja, <laughs> ik vind dat heel goed gezien vandaag, maar, ja. Uh, enfin, ja. Dus het is dat, ja. Het is, uh, ik probeer toch... Uh, ja, ook redelijk wat, wat dingen te uh, laten horen die er die weinig aan bod gekomen zijn, de like Fat White Family en nog wat andere dingen. Daar is, ik heb een hele goede nieuwe. Er is een hele goede nieuwe punk. Maar gewoon rockgroep uit uh, Australië, Emil and the Sniffers. Okay. Echt tof. Uh, Australiërs vind ik, alleen mm -hmm. met uh, ja, de reputatie van ACDC, Nick Cave en Kylie Minogue. En mm -hmm. in excess en Flash Flood en tattoo. de Pen. Ja, ja dus, mm -hmm. dat is. Eenmaal in de Sniffers. Uh, God damn man, ja, man, wat een binde marginale. Ja, maar tof. Bin die neklappen ook. Ja, ja. Oh. Maar goede rock. Daar, ja, eindig cool. ik, daar eindig ik eigenlijk mee, omdat ik denk, ja, ik, ik wil zeker positief eindigen. Dat wordt ook gemaakt. En die zijn volop op, op tour, dus ga daar zeker eens naar zien. Mm -hmm. uh, dus het is een beetje kennismaken met, met nieuwe muziek. Uh, verhalen van mijn jeugd en van andere dingen. Ver, wat vertel ik nog over Iggy Pop? Ah, ja, over Iggy Pop vertel ik ook nog de anekdote over Elton John. Hij heeft ooit in het voorprogramma gespeeld van Elton John, maar dat was in de tijd dat Iggy Pop serieus mm -hmm. van alles pakte. En hij, hij zei dat ook van ja, we uh, were doing support act. En dan uh, during Elton's show uh, ging hem dan kijken de, in tussen het gordijn en hij zag een krokodil piano speel en zei man I'm taking too much too much dope And, uh, en en is weggegaan en hij had ook te veel genomen en het vertelt dat jaren later tegen Elton John Elton John zei no no I was wearing the crocodile suit because For I was playing crocodile, crocodile rock <laughs> <laughs> Nee, Iggy dacht dat hij gewoon beesten zag met al de pillen die hij nam. Maar dat was gewoon Elton John. Had gewoon zo'n kostuum aan. Of Crocodile Rock te spelen. Ja, en dat is ook zo. Maar, maar zo. Stiekem oh, heeft Elton John ge geholpen bij Iggy absoluut. Pop om die te doen. Vol je zo. Voilà, dus is dus eigenlijk dankzij Elton John ja. dat een Iggy nog leeft. Maar die Elton John heeft ook veel gepakt. Hè. Ja, dat ja, zit in die musical zijn. met zijn grote succes. Ja, ja. Als hem zich inderdaad altijd zo verkleedde. Mm -hmm. maar man, dat werkt gewoon. En al coke en doop. En je ja, en ziet en dat hij er allemaal rondliep, maar er zijn zo van die shows van de jaren zeventig, dat hij zo een zoen en bril op heeft. Mm -hmm. En zo, dat je ook denkt van: Goed, ja, ...nuchter nuchter er niet op dat soort ideeën <laughs> Dat is niet van zich. Als ik nu is, ja, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ja. Maar dat soort dingen zitten erin, ja. En dat mm -hmm. is dan eigenlijk proberen. Uh, het is entertainment gedurende uh, een uur en veertig minuten. Mm -hmm. En ik denk, alleen vorig jaar was het ook vaak. Um, mensen die vroegen, ja, willen die playlist ook hebben? Want ja, dat zijn stukjes muziek. Hè. Dat is gewoon een mm -hmm. intro en dan ben ik wel verder. Um, dus dit jaar ga ik... Uh, ik heb de, 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 de setlist van, van het optreden, maar daarnaast ook nog een andere setlist met dan 154.000 likes in een bal. Een honderdtal mm -hmm. um, die dan wel, help mij in de techniek, downloadbaar zijn. Of mm -hmm. hoe is dat? Ja, eh? in de streamen of zo. Oeh, Misschien zoiets, hè? Eh? Nu voel ik me weer heel lomp, dat ik niet kan uitleggen hoe dat de mensen daar kunnen dan. Ja, we zitten tegen een goede bezig. Ik zie ook diezelfde <laughs> debiel. beeld. Dat ik moet zek... eigenlijk onder Andries vragen die, je kan, hè, fijn, ja. die, die Sorry, man, ik heb. Sorry maar ik had juist het uh, drugsgebruik van Elton John ontop. En ik ah, vond ja. al een artikel: Coke every four minutes. Ja, oké. Okay. Okay. And then they bought some flowers. <laughs> <Yeah>. <laughs> just hold before his nose. You know what this place needs? More flowers. <laughs> You can't smell a thing. Your nose is full of coke. Your flowers smell like nothing. I want more flowers. <laughs> zo, dat is eigenlijk de reden waarom dat hij zoveel bloemen kocht. Je zocht een bloem dat hem kon ruiken. Yeah. Dat is wel cool. Zonder neusbeen gaat dat niet meer. Ja. <laughs> niet dat uw neusbeen ruikt, maar ik weet het niet. Even terug te komen op Billie Eilish misschien. Zo, toch even omdat je daar hè, dat is de, de, van dit jaar dat je toch de revelatie vindt. Denk, of ik heb schrik. Dat, hoe goed dat ze ook is, dat ze in deze tijd niet meer de jaren zal krijgen om ja. al Elton John een een, een dus te worden. Dat weten Zou Madonna, Madonna geweest zijn, moest hij vandaag beginnen? Dan had hij het misschien twee weken. Iedereen lachte Madonna uit toen hij uitkwam. Like mm -hmm. a virgin, het zal wel. Die Del met haar roze tuken aan. Mm -hmm. Ja, maar ze heeft het wel volgehouden. Ze is doorgegaan en doorgegaan. Kan dat vandaag nog? Of worden binnen een jaar gewoon weggesmeten? Want er staan twee nieuwe huppeltrutjes te wachten. Mm -hmm. Dat kan. Dat weet ik niet. Maar ik denk de echte goeie houden het wel vol. Wat gaat die anders doen? In een koffiebar gaan werken? Dat wil dat meisje toch niet? Die wil gewoon dingen maken. Die wil uh, creëren. Of iets anders gaan doen. Kijk naar Stromae. Die, geweldig... die heeft Madison Square Garden gevuld in New York. Allee, welk een Belgische artiest kan dat zeggen. En die stopt ermee. Dat wil zeggen dat die mensen iets anders willen doen. Ja, dat kan hè. Maar als ze hem echt wil, doet hij door. En die Billie Eilish zal wel doordoen, denk ik. Ja, ik denk ook wel dat... Allez, je weet dat natuurlijk nooit hoe dat, dat gaat lopen. Maar ik heb toch een klein beetje het gevoel bij Billie Eilish dat er ook een beetje meer diepgang in zit. Dat dat die iemand is waar ik van denk dan gaan we misschien toch nog wel een paar goede platen aan het krijgen. Ja, als dat meisje iets te vertellen heeft, waarom niet? Hè? Ja. Absoluut. Of, of misschien inspireert ze gewoon een hele nieuwe lichting ja. van artiesten. Ja. Be natuurlijk. Begeleiding daarbij is wel belangrijk. Hè? Ik wil zeggen, ook Elvis is nog de kloot golpen door zijn manager. Mm. Als is je de... een goeie... Ja, is, die, is dat in niet een familiebedrijf, Eilish? Ah, dan niet de papa die uh, de tourmanager is? <laughs> ja, dat ding. De familie, dat familie, Eilish en zo. Ja, maar het is echt zoiets, he. hè. Het een ja. family. Ja. ja. Ik denk het wel zelfs. <laughs> dat ja. kan wel. Is ah, sowieso, dat is sowieso... Zij ook het met haar broer, dat weet ik zeker. Hè? Want dat is ook een, 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 een gast die een song schreef en acteert in Glee, denk ik. Zo'n ah, ja. zo soort musical reeks. Dus maar dat is wel nee, een ja. goed systeem. Hè? Kijk mm -hmm. naar Angel en Romeo Elvis. En dan de papa van Allee Allee. Ja, dat is een goede combinatie. Die papa heeft, heeft zijn kilometers al gelopen. Die weet wat de, wat de valkuilen zijn van de muziekindustrie en van alles. En die twee zijn behoorlijk getalenteerd. Ja, daar kunnen, denk ik, dan wel een eindje ver mee lopen. En die Angel is ook in Frankrijk al goed bezig. Dat mm -hmm. is huge. Ja, nee, dus nee. dat is echt... Ja, als je Frankrijk kunt binnendoen, dan ben ze tien jaar bezig. Hè, want die zijn daar heel traag. En als je binnen zet, ze er binnen. Hè, dan kunnen je mm. echt tien jaar doorgaan. Axel Redd heeft dat ook heel lang gedaan. Ja. Daan heeft geprobeerd, maar het is niet... Jammer voor hem, maar het is niet gelukt in Frankrijk. Hij had dat moeten lukken, vind ik. Ja. Hij zegt... Allee, Axel Red en Daan zijn de twee perfecte prototypes die men in Frankrijk leuk vindt. Dat is een, een mooie, tengere, jong uitziende vrouw. Hè? De Lolita, de Jane Birkin. En dan de doorzopen man in het kostuum met ja, veel ja. wijsheid, Daan. Ja. Ja, maar ja, voor Daan is die gelukt. Voor Axel wel. Nog ja. altijd, denk ik. Ja. Daan, dat blijft toch ook een figuur. <laughs> Dat vind ik goed. Ik herinner me nog dat hij ooit is... Hè, die net toch iets zo scheidt, dat zat ergens op een festival gestaan. Was dat linkerwoever? Linkerwoever, ja. Linker ja en legendar. zo heel de band was afgetrapt. Hè, want dat was een grote schande. En iedereen sprak er schande van. Hè. En ik had, ik had daar hetzelfde mee als met Deus die zich misdragen hadden op de Mias. Ja. Waar, ik, waar ik echt van dacht: Is zijn altijd aan het zeiken dat er geen rock en roll is. En als ja. ze er je zien niet rock en roll doen, dan komt iedereen ook zo verontwaardigd reageren dat ik denk, ja we doen zoveel voor de Belgische muziekindustrie en dan ga je hier een sigaret opsteken of wat? Ja, wat ja, komt het dan op neer? Oeh, ja, 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 ja. Oh. ja. ja dan wat dat was he, Hij had ja. gewoon een sigaret opgestoken. Bar, Tom Barman, beste was dat Tom Barman er een won en zei, alleen tot straks, hij zo mega arrogant, ja. maar hij heeft er geen en <laughs> niet meer gewonnen. Hij ja, bedoelde tot straks da, in café. Dat da ging Milo uh, mee alles lopen, dat ja. weet ik nog. Dat hij op de zo wat kwaad was ook. Uh, ik vond dat wel grappig. Ah ja, over Milo gesproken. Ik vind de muzikant van het jaar is Tom van Stiphout. De gitarist kende die. Want die heeft met Brian Ferry gespeeld. Dus die geef okay. ik de prijs voor Muzikant van het jaar. Maar hij verliest die prijs ook meteen weer. Want na Brian Ferry ging een terug bij Milo spelen. Ja, dan moet hij de prijs terug afgeven. <lacht> <lacht> maar ik vind het wel straf. Het kan, Alleen, het kan rap gaan. Ik, ja. kan heel, ik heb het gevolgd <laughs> op Facebook. Dat is toch wel. Die heeft echt, dat is onwaarschijnlijk. Met Brian Ferry, heel de states. Mm -hmm. Dus elke dag gaan ja, vanavond. Is het. Uh, Seattle en morgen is het Washington. Dat ze van, oh jong, mm. dat is een gast van hier, die doet dat gewoon. Dat is toch fantastisch. Super. Ja, ja. Echt, ja en ik vind dan soms toch net. Nee, over ik heb dat ik heb dat alleen maar omdat ja wij, ik heb 3000 mensen die ik zo volg of die volgen mij. Hoe zit dat eigenlijk? Enfin, ja, ik weet niet. Mm -hmm. <laughs> en, 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 en daar zit hij tussen. Stop en, following me. En dat is, ik vond dat wel ja. Die, die maakte er niet veel woorden aan vooral, Maar zo vanavond is het dit. En dat was echt, ja. Austin, Houston, LA. Mm. Fuck, helemaal. En dat wil toch iedereen? Die doet dat gewoon. Komt ja. hem terug en dan gaat hij met Milo spelen. Nou, is dat mogelijk. Ja, dat relativeert ook weer alles, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Die moet werken voor zijn geld. Hè. Dat is waarom dat wij zo'n klein landje zijn, natuurlijk. En misschien vind je daar ook, is ja, daar ook die... graag bij. Of zo. Tuurlijk. Ja. Die vindt Milo heel goed, hè? Ja. <laughs> Die is, ja, die is fantastisch. Dat vindt Milo heel goed, hè? En dan hangt er zo een soort... De langste seconde doodse, ooit. De langste seconde achter van... Die bestaan ook, yeah. hè? Mensen dat dat goed vinden. Maar uh, wat vind je eigenlijk van een programma als. of is dat iets dat je in ogen houdt als je over muziek. Wat, wat vind je van een programma als liefde voor ja, muziek? God. Eigenlijk, wat vind je daarvan? Ik heb dat dit jaar gewoon laten liggen. Ik vind alleen. Je, kent je Merci voor de muziek? Nee. Op, op de VRT, dat is met, met Bart Peters en uh, nog iemand. Mm -hmm. En ja, dan doen ze. iemand zijn schooltje gaat dicht. En, en Nora uh, Garrip. Ja. Ah, ja. ja. En, dat, en Bart en Nora doen dat geweldig goed. Maar dan, ik zag dan een van de afleveringen, dat was dan iemand die dat... Uh, die was terminaal en die ging dan... Uh, ja, die ging gewoon sterven. En dan kwam Bart binnen en dan gingen ze... Nog een liedje maken en dat ging dan. En dan zit ik erbij. Maar keine... als ik aan het gaan was, dan moet niet Bart Peters bieden. Oh, ik ga nog even zo'n liedje voor u maken. Het is de, denk... dus ook een, een scherm waar ik mijn polsen niet eens mee kan overhalen, zodat ik deze niet hoef mee te maken. Ik denk dat je er maar zelfs een joke bij hebt. Oh, sorry. Ja. sorry <tot> ja, dat ja, dat maar dat was het, dat was het eigenlijk. Nee. Je zit dan al het terminaal en dan stelt Bart Peters voor om iets van <tot> Dire Straits te spelen. Je kunt nu toch wel echt alle ongelukken hebben in de hele wereld. Ik heb niet alleen ah, kanker, krijg ook ah, nog dat. Ja. 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 Maar ja, dat is zo. Er zijn geen muziekprogramma's op tv, snap je? Ja. Niks. Liefde voor muziek? Dat is toch een mooi muziekprogramma? Parcelle, ja. Wat zeg jij nu? Maar, maar dat is gewoon... De dingen wel, die zaten vorige week bij ons. Uh, geweldige Paradise City documentaire. Ja. Dat ah, ah ja. Dat is wel tof, ja. 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 ja, maar dat is wel... Dat is, maar zo documenteren... Mario en de ja. Karel, ja. ja. Oké, okay, maar ja, het is tof. wel een programma waar de liefde van de muziek... Ja, afdrak. ja, natuurlijk wel. Maar ik, wil, maar ik wil maar zeggen gewoon, dat is, wat ik mis, is gewoon dat ze op Canvas elke week ja, gewoon een actualiteitsmagazine over wat is er vandaag in popmuziek, in alle genres, goed gepresenteerd. Uh, ja, zo'n dus documentaires zijn goed en Canvas heeft goede documentaires, maar Liefde voor Muziek is geen programma over muziek, dat is gewoon ja, dat is entertainment met, met oude soep, die wordt herdopgewarmd. En kan dat? mij dat schillen dat Jan Leijers nummers van Ilse de Lange springt? Dat interesseert mij toch niet? En het hmm. nooit niet aangeboden? Om, om daarna te mee doen? te doen? Nee, nee 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 om eentje te maken. <laughs> Wat he? Wel dat je nu net voor ontplaten ze. Muziek. Ah mee, ja, maar daar is, uh, daar is absoluut geen interesse. Ja. Uh, we hebben vorig jaar nog gesproken. Uh, dat was iemand, ja iemand van de VRT, een hele leuke producer, en dat we tussen Kerstmis en nieuwjaar. Ik zeg ja, waarom doen we eens niet een Allee, iets, iets over muziek. Ik zeg waarom doen we eens niet gewoon eens iets. We maken een programma, één programma alleen met drummers en de week alleen met bassisten. En dan pakte zo drie verschillende genres. Je hebt dan Mario Gozes, uh, Isolde Lazoen en nog een drummer, Ben Krabbe, whatever. Mm -hmm. En die zeggen, Gelle moet nu, aan de hand van clips, zeggen wat zijn de beste drummers van de wereld. En de me je hebt dus duizend verhalen over drummers alleen, of over bassisten. Het gaat altijd over de zanger en over de groep. Je kunt allerlei soorten programma's maken. Ja, maar dat is gewoon ja, dat doen we dan niet. Dus ja. Mm -hmm. Maar dat is niet erg, hè. Ik kan me zeven wel. Mm -hmm. Hoeveel shows gaat het doen? Gaat er veel spelen? Mm, nee, een stuk of 15 denk ik. Okay. En, en waar overal? De, de, waar? Ja, Aremberg weet ik in Antwerpen. Ja. Uh, dus volgende week vrijdag, de, de 25e, is de première in Mortsel. Mortsel? Welke? Ja. welke zaal? Uh, CC. Oh, het CC. Katholiek van Morsel. Centrum? Nee, we... <laughs> Cultureel Centrum. <laughs> Het Cerebraal Centrum. Waar, waar is het te doen? Naast de Kerk, 9 van de 10. Ja, ja. <laughs> we gaan even een doen, deze week. Ja. Oké, okay. deze week. Ah ja, we, sta, we spelen deze week. Dat wordt nu, uh, dat wordt volgende week uh, erop gezet, of hè? Uh? Ja, Oké, alright. We gaan nu opeens knippen. Nou, nee, moeten, ik kan niet knippen. Dat, dat hoop, moet je hoop, niet doen, maar, maar wordt aan het hopen dat ik dat niet ging zeggen op die manier. Maar, uh, zeg, waar staat de deze week met uw première? Deze week. Met de première staan wij. Zie je, zo moeilijk is dat nee, niet. Nee, we. nee. nee. Uh, en het is letterlijk staan. Hè. Ik ga geen moment zitten. Hè. Het is gewoon Appel staan. Kijk, waar staat het dan eigenlijk? Wij staan je... in Mortsel. Maar je goed. kunt dat van ver zien. Dat ik daar sta eigenlijk al. Ja, ik ben er nu mentaal staker al. eigenlijk. Ik hoop ook nog te blijven staan. En dan is er de Arenberg op 6 november. En in het Antwerpse. Ik weet het niet van buiten. Maar ik denk uh, op de. Ik zal het wel op mijn eigen Facebook. Bazaar, wel eens uh, posten deze week. Bazaar. Bazaar doet niet mee, Va dit jaar zeg ik niks over bazaar, dat <laughs> hebben we vorig jaar gedaan. Ja. ja. Allee, voilà. Is dan klaar? Want ik wil naar huis. <laughs> ah, wel, dat is uh, de beste afsluiter aller tijden, dames en heren, de Marcel wil naar huis. Dus uh, ja, dan is het gedaan hè. zo gaat dat hier. Dus dus Toen dat dat zei jij nog een... Een... nog een boeiende vraag. Och man, boeit mij al niet meer, ik ga okay. gewoon naar huis. Die woont hier toch over. Die moet niet ja. ver. Want die zei: probeer het ook niet te worden, hè, opa, ja. want uh, je moet nog een paar shows spelen, hè. Shit, ja. No, de 7 komt eraf. Ja, de <laughs> ja. van, van, tram 7 komt voor mij. Die dat gaat dan. wel een morsel de zeven. Ah fuck! Ah, dat wist ik niet. Ik ga hier gewoon de tram pakken. Oh. Okay. Bedankt voor deze oh. andere mobiliteitstip. Kijk eens aan, tram 7 het wordt misschien wat trager, maar hij raakt wel in morsel, dus dat is nog heel tof. Kun je al niet gratis ook niet. Ik denk dat dat ook al. Bij Bijna al gratis nou, bijna, Ja, bijna ja. Wordt dat niet tijd eigenlijk? Ja. Ja. Voor bewezen diensten. Alles, alles gratis. Zo, ja. um... Te zien in ouderlingen te huizen over heel ja. Vlaanderen. Uh, Marcel van Tilt met uh, Playlist 2019. Ga alvast allemaal kijken. Marcel, merci dat je hier waart. En jij waart de eerste dat hier was. Je zult ook de laatste zijn. We hebben er genoeg van. Ah. Stop, nee, just kidding. Maar in ieder geval uh, veel, veel succes met je tour. Doe dank dat je wel. goed. Uh, mensen, als jullie dit allemaal leuk vonden om naar te luisteren, koop kaartjes. Waar kunnen ze ze halen eigenlijk? Uh, aan de ingang van de zaal. Ah, Oké, okay. er gaat geen site waar ze naartoe. Nee, ik kunnen weet daar je... allemaal niks. Van, man, Jezus je Christus al man. Niet rond. Goed, Allee, cool. ja. uh, kijk wat rond in de straat als er ja. toevallig een flyer voorbij vliegt. Uh, God even gehalt wat. Ga je het de moeilijkste mens om te verkopen dat er is man. Dat is niet normaal. Dat is bar, Maar dat, ja, ik, ben, ik, denk, ik wil dat toch wel. Gewoon een Marcel. Het google Google gewoon. Is genoeg, geweest. Gewoon. Het is genoeg geweest zeg ik. Ik google alles. Enough of this. Ja. Tram 7. Goed. Prachtig. Dat was het voor, uh, voor ons voor deze week. Ik ben Alex zoals altijd. Dat is Andries zoals altijd. Merci Marcel om langs te komen. Volgende week zijn we terug. When we make Monday great again, the first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Aha, uh -huh. it's a near idea what they saw. Als het ergens over moet gaan. Send the VST not the face! The... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.